altijd in jouw buurt. Welkom bij Vier Veldhoven, stad van dorpen. Ja, het is feest vandaag, want Veldhoven bestaat 100 jaar. En dat gaan we natuurlijk groots vieren, al is het op afstand, maar wel middels deze online bijeenkomst. Ja, u zag net een opening die verzorgd is door Concert van de Eeuw. En dit is een onderdeel van de theaterproductie 100 op een hoop. En het is wel leuk om te vertellen, deze theatervoorstelling die staat geheel in het teken van Veldhoven 100 jaar. En daarbij is vandaag de kaartverkoop gestart en een actie daaromheen. Leuk om even te kijken, ook bij Albert Heijn, Mira en het Look, want daar zal hij zich gaan afspelen. En vanaf 1 juni zijn kaarten te krijgen via de Schalm zelf. De voorstelling die is te zien tussen 7 en 13 oktober, maar echt de moeite waard om daar kaarten voor te bemachtigen en zeker naar te gaan kijken.
Goed, wat wij vandaag dan gaan doen. Ja, we hebben een heerlijke afwisselende show voor je klaarstaan. We hebben gesprekken hier in de studio met bijzondere Veldhovenaren. We hebben ook Jordi Graat die langsgaat bij andere bijzondere Veldhovenaren. Dus daar gaan we filmpjes van zien. En natuurlijk staat alles helemaal in het teken van ons Veldhoven 100 jaar. En dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, want naast mij staat onze burgemeester Marcel Delhee. Marcel, fijn dat je er bent. Ja. Ik ben ook blij hier te kunnen en te mogen staan. Gezond en wel staan we hier op onze anderhalve meter. Want ja, proficiat, Veldhoven 100 jaar. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch moment. Een moment wat je eigenlijk ook niet voorbij mag laten gaan. En we hebben er alles aan gedaan om coronaproef de dingen te doen. En dat is ook een van de motto's van mij afgelopen jaar geweest. Om niet te kijken wat er niet kan, maar vooral te kijken wat er wel kan. Ja, want wat een gek jaar is dit geweest. Hoe ga je daar dan als burgemeester op in? Want niemand heeft het ooit eerder meegemaakt. Nee, en de collega's om me heen die vertellen het ook. Dit is echt ongekend. Als we over 30 jaar terugkijken op onze carrière, zal dit ongetwijfeld een heel als bijzonder aangemerkt worden. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen natuurlijk. Ja. En ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Je hebt maar zelf een crisis, het virus gehad ook, hè? Klopt, ja. Ja. Hoe net voor kerst, dus wel een hele rustige kerst. Zonder kinderen, zonder... Maar heb je het zwaar te pakken gehad? Nee, ik heb hele lichte klachten gehad. Ik heb gewoon doorgewerkt vanuit thuis uiteraard. De enige last die ik heb gehad is met hardlopen. Toen ik dat weer oppakte, de conditie was echt gewoon helemaal weg. Ja. Je start echt vanaf nul. Het is echt een heel venijnig virus, hè? Ja. Je hoort zoveel mensen die daar ook het slachtoffer van zijn geworden. Wat was nou voor jou dan de grootste uitdaging dit jaar, omdat alles anders was? Nou ja, hoe houden we elkaar gemotiveerd? Hoe zorgen we ervoor dat we toch nog een klein beetje genieten van het leven? Hè? We konden nog heel veel dingen gelukkig wel. Hè? Kijk naar de landen om ons heen waar veel meer niet kon. Ik probeer het positief in te steken. En ja, hoe bereik je daar onze Veldhovenaren mee? Ja. En hoe zorg je ervoor dat je... Ja, dat je ze gemotiveerd houdt om A, aan de regels te houden en B, toch de dingen te doen die wel kunnen. En daar ook plezier uit halen. En wat is daar uitgekomen? Nou ja, we hebben natuurlijk geprobeerd met kaartacties vanuit het college. We hebben geprobeerd met bloemetjes naar de zorg, paasheids bezorgen. Digitale boterham hier vanuit de Schalm om mensen, om ook het contact te hebben. Want echt het fysieke contact, het live contact, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat missen we ook, hè? Ja, enorm. Ja. Ja. Wat zou jij dan nu tegen ons Veldhovenaren willen zeggen in het kader van ons feestelijk bestaan? Nou ja, kijk, Veldhoven, allereerst van harte gefeliciteerd. We zijn een prachtige stad van dorpen, zoals ik het ook in mijn nieuwjaarstoespraak heb gezegd. Want eigenlijk is dit de bijeenkomst die we begin januari hadden gepland. Nou, gelukkig kan dat nu wel doorgaan. Vier Veldhoven, stad van dorpen, waarin we de stedelijke allure hebben, maar wel op de dorpse manier met elkaar omgaan. En dat moeten we koesteren. Zeker. Ja, en voor de komende 100 jaar natuurlijk. Ja, daar gaan we vanuit. Dat krijgen wij niet helemaal meer mee, denk ik. Maar ik vrees ook proberen. Misschien maar goed. Het feest van Veldhoven 100 is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, ook niet bij heel veel andere mensen. Dus we hebben ook wat felicitaties binnengekregen. Dit jaar bestaat de gemeente Groot Veldhoven 100 jaar. Een geweldige mijlpaal. CIMAC bestaat 50 jaar. Ook een mooie leeftijd. Ik woon zelf al vanaf mijn vijfde jaar in Veldhoven en heb dus een groot deel van die 100 jaar mee mogen maken. Prachtig. Een mooie gemeente om te wonen, je kinderen in groot te brengen en ook om je bedrijf te voeren. Ik wens iedereen een hele mooie volgende 100 jaar in deze prachtige gemeente. In 1921 werd een brief uit Den Haag bezorgd bij de gemeente Veldhoven, Meerhoven, Oerle en Zeelst. Geen inspraak of consultatie. Simpelweg de mededeling dat die drie gemeenten voortaan één zouden zijn. Dat is nog gemarkeerd 25 jaar geleden met een monumentje in het Look. Een drie gemeentepunt in wat toen een akker was en nu een woonwijk. Letterlijk samengegroeid tot één gemeente. Dat is dus Veldhoven geworden. Drie gemeenschappen die in de eeuw die volgde een nieuwe, gezamenlijk gedeelde identiteit kregen. Vitaal, met saamhorigheid die Brabant eigen is. Een eeuwfeest onder bijzondere omstandigheden die gezamenlijke activiteiten nu beperken. Maar dat verandert hopelijk. Ik feliciteer Veldhoven en de Veldhovenaren met dit bijzondere eeuwfeest. Een eeuwfeest dat inspiratie biedt voor de toekomst. De gemeente Veldhoven bestaat 100 jaar. Dat is een niet geringe mijlpaal. Ik liep net nog even een ommetje langs het ziekenhuis.
en zag wat er geweldig veel gebeurt in Veldhoven. Dat is niet niks. Wij kunnen nog maar bogen op 20 jaar Veldhoven. Voor die tijd zaten we als ziekenhuis in Eindhoven. Maar 20 jaar zijn we nu onderdeel van de gemeente Veldhoven. Wij vinden het heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat Veldhoven ons de ruimte geeft om ons te ontwikkelen, de infrastructuur aan ons te bieden. En wij zijn er dan heel graag voor al die Veldhovenaren die ons soms nodig hebben. Soms voor iets leuks als ze een kind moeten krijgen en soms voor iets minder leuks als ze ziek zijn. Maar Veldhoven en Maxima Medisch Centrum horen bij elkaar. Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig jubileum. Lieve buren, beste Veldhovenaren. Van harte proficiat met het 100-jarig bestaan van jullie gemeente. Op 1 mei 1921 werden de vier kerkdorpen Oerle, Seels, Veldhoven, Meerveldhoven officieel samengevoegd tot het huidige dorp Veldhoven. Er is heel veel gebeurd sindsdien. Met ASML en vele andere bedrijven en industrie is Veldhoven inmiddels een belangrijke speler in de Brainport-regio Eindhoven. En bovendien een heel aantrekkelijk dorp met een zwembad, met een theater, met een heel rijk uitgaansleven. Met natuurlijk heel veel verenigingen en daarbij horend een groot aantal vrijwilligers. En dat laatste, dat enthousiasme om er voor elkaar te zijn, dat tekent jullie mentaliteit. Die fijne, die dorpse mentaliteit die gelukkig altijd is gebleven, ondanks die enorme groei. Dit mooie jubileum, 100 jaar, kan vanwege corona helaas maar bescheiden worden gevierd. Jullie vierden het noodgedwongen thuis, online, maar desondanks samen. En als het meezit, dan halen jullie dat in september aanstaande in tijdens het Cityfest. Voor nu zou ik zeggen, geniet van dit moment. De hartelijke felicitaties van jullie buurgemeente Eindhoven. Lieve Veldhovenaren. Ja, lieve Veldhovenaren. Ik ben er nog steeds trots op dat ik dat mag zeggen. Hier is Jacques Mikkers vanuit het stadhuis in 's-Hertogenbosch. Maar het grote verleden van mij ligt in Veldhoven. In 2007 mogen we starten als burgemeester van die prachtige gemeente. Prachtig voornamelijk door jullie. Jullie als inwoners van Veldhoven. Die samen Veldhoven groot hebben gemaakt en in de geschiedenis hebben neergezet als een gemeente waar mensen wonen die willen aanpakken. Die samen dingen willen doen en dingen ook voor elkaar krijgen. En ondanks corona weet ik dat het 100-jarig bestaan in de harten van vele Veldhovenaren zit. En het aparte is dan dat we met een hele groep Veldhovenaren zitten die helemaal niet geboren zijn in Veldhoven of waar de geschiedenis helemaal niet in Veldhoven ligt. Maar die zijn komen wonen vanwege de liefde, het werk, de dynamiek van de regio of het comfort van ons als gemeente. Ik vind het geweldig dat nu aandacht wordt besteed aan 100 jaar Veldhoven. De verbinding tussen de drie oude gemeenten naar één. En verbinding staat centraal. Niet alleen in de gemeenschap, maar ook tussen de gemeenschappen die Veldhoven rijk is. We zijn één Veldhoven. En Zeelst blijft Zeelst, Meerveldhoven blijft Meerveldhoven, Oerle blijft Oers en Veldhoven blijft Veldhoven. Maar samen vormen jullie de mooie gemeente Veldhoven. Al 100 jaar. Gefeliciteerd! Veldhoven is 100 jaar. Een feestje waard zou ik zeggen. Dat hadden we natuurlijk allemaal heel graag fysiek gedaan. Maar ja, vandaar in deze tijd het virtuele boodschap. En ik doe dat in mijn hoedanigheid als inwoner in eerste instantie. 22 jaar geleden naar Veldhoven gekomen. Mijn kinderen zijn hier groot geworden, zijn hier naar school gegaan. En we wonen tot grote tevredenheid in Oers. Nog steeds. En anderzijds ook in mijn hoedanigheid als CEO van ASML. Als je over ASML praat, praat je over Veldhoven. En als je over Veldhoven praat, praat je over ASML. Want dat hoef ik in Beijing en in Washington en in Brussel en in Den Haag niet uit te leggen. En we zijn ook heel veel dank verschuldigd aan de gemeente. Altijd meegedacht. En heel belangrijk geweest in de groei van ASML. En ik denk dat ASML ook belangrijk is geweest voor de groei van Veldhoven. In positieve zin en soms, helaas, als we naar de infrastructuur kijken en naar het verkeer, kan het ook wel eens een keer negatief zijn. Maar, zoals in de goede spirit, in de goede gedachten, zoals we altijd samen hebben gewerkt, gaan we ook aan dat soort problemen werken en een oplossing vinden. Ik kijk in ieder geval uit naar de volgende 100 jaar. Maak het waarschijnlijk niet mee, maar we gaan ervoor. Op naar het volgende eeuwfeest. Veldhoven, gefeliciteerd. Ja, hey Dan. Ja, als geboren en getogen Veldhovenaar ben ik natuurlijk hartstikke trots dat onze gemeente 100 jaar bestaat.
Ja, 100 jaar pas, hè? Je zou denken dat het al veel langer was. Ja, toch. Ja, want Van Poel heeft stadsrechten, dus dat is ouder. Fantastisch. Maar we hebben die Brabantse gezelligheid, maar ook die Brainport ondernemerschap. En dat typeert Veldhoven. En we zijn zo trots op Veldhoven, want het is natuurlijk ook de gemeente van zoveel mooie bedrijven. ASML. Ja, zeker. ASML. Maar ook C-Mark, maar ook heel veel mooie familiebedrijven. Ja. Het verenigingsleven. Ja, het is echt Brabant. Geweest. Het is ook echt Brabant. Ik ben er, nou met Merkel ben ik zelfs bij ASML bezoek geweest. Die was vreselijk onder de indruk, maar het is gewoon een prachtige, ja, een prachtige plek. Ja, ik ben er heel en natuurlijk de beroemde Koningshof in Veldhoven. Ja, ook nog. Ja, bekend congrescentrum. Heel veel congressen meegemaakt. Ik wil jullie ontzettend feliciteren met 100 jaar Veldhoven. En we gaan gewoon op naar de volgende 100 jaar. Dan maken we, ja, nieuwe, en dan maken we weer een videootje. Ja, precies. We hebben een prachtige geschiedenis, maar ik denk een nog mooiere toekomst. Exact. Dus Veldhoven, gefeliciteerd. Van harte, namens de hele regering, inclusief de gevolmachtigde ministers van de Antilliaanse Rijksdelen. En jullie voormalige wethouder. Ja, zeker. Hey, goed uit de Kamer. Hoi, houdoe. Beste mensen, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met jullie 100-jarig bestaan. Een nog jonge gemeente in verhouding tot vele andere gemeenten in ons land. Maar vooral een gemeente die ik in het begin van deze eeuw heb mogen ontdekken als een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen woonden die op samenwerking uit waren. Gemeente ook die... Waar mensen wonen die niet alleen keken naar de eigen gemeentegrenzen, maar ook de overheen. En daar in de achterliggende periode ook met elkaar hebben van kunnen profiteren. Als wij naar regelmatig in Veldhoven komen, dan zien we een bloeiende gemeente. Dan zien we een geweldige ontwikkeling van ASML en de omgeving daarvan. Maar we zien ook nog altijd een rijk verenigings- en cultureel leven. Houd dat met elkaar vast. Laten we elkaar blijven ontmoeten. Jullie zijn van harte welkom in Sittard om ons te bezoeken en wij zullen het niet nalaten op momenten dat we kunnen ook in Veldhoven aanwezig te zijn. Heel veel plezier met jullie eeuwfeest. Het zal nog beperkt moeten zijn, maar er komen ongetwijfeld weer betere tijden waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar ook in de gezelligheid kunnen profiteren van hetgene wat onze eigen omgevingen allemaal te bieden hebben. Nogmaals gefeliciteerd, wij komen elkaar nog tegen. Ja, hoe leuk is dit, Marcel? Ja, het is fantastisch. Eigenlijk de woorden die gebruikt zijn in de verschillende speeches, dat zou je als burgemeester niet beter kunnen samenvatten dan zoals deze mensen het gedaan hebben. En ja. Je mogen enorm trots zijn dat deze mensen ook de felicitaties hebben uitgebracht. En zo'n belangrijk onderdeel van ons Veldhoven zijn natuurlijk. Het is zo herkenbaar, hè? Ja. Mooi, hè? Heel ja. Leuk om te zien. Goed, inmiddels zijn aangeschoven twee heren. We hebben Hans van der Looy, hij is voorzitter van de stuurgroep Veldhoven 100 jaar. En daarnaast Peter Smetsels, hij is voorzitter van het comité Veldhoven 100 jaar. Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. Ja, het is een heel bijzonder jaar, want we wisten natuurlijk al lang dat het 100-jarig bestaan eraan zat te komen. En er waren grootse ideeën om het feestelijk en groot met z'n allen te vieren. Maar ja, dat coronavirus gooit toch een beetje roet in het eten, Hans. Hoe ga je er dan mee om? Ja, hoe ga je ermee om? We hebben natuurlijk ermee te dealen, zo simpel is het. En we hadden inderdaad prachtige plannen om het hele jaar door allerlei activiteiten te organiseren, grotere en kleinere. En we hebben uiteindelijk toch maar besloten om wel het jubileumjaar op een goede manier in te vullen. Maar om de grote publieksactiviteiten vooral na de zomer te projecteren. En de activiteiten die wat minder grote aantallen publiek vragen, voor de zomer te doen. Eigenlijk een goede reden om nog veel langer feest te vieren, geef je nou aan? Nou ja, we waren sowieso van plan om het hele jaar door feest te vieren. Dus... Maar ja, je hebt gewoon te maken met de situatie zoals die is. En we hebben in september vorig jaar de knoop moeten doorhakken. Wat doen we nu? Ja. Want er zijn ook geluiden geweest van moeten we het niet uitstellen na een jaar later. We hebben naar eer en geweten de afweging gemaakt in samenspraak overigens met het comité. Om te zeggen, wat zou nou verstandig zijn? En zoals, het is natuurlijk altijd met de kennis van toen. Met de kennis van toen leek het ons heel reëel om het wel te gaan doen. Ja. En om de programmering erop aan te passen. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, want Peter, het comité, hè, daar ben je voorzitter van. Ik ben gelukkig ook een stukje onderdeel ervan. Ik mag ook bij de besprekingen zitten. Hoe ging jij ermee om? Want jij wist natuurlijk ook niet wat er ging gebeuren. Nee, wat er natuurlijk, wat in deze omstandigheden vraagt, is natuurlijk flinke dosis optimisme. Tot eind vorig jaar wisten we eigenlijk helemaal niks. En toen hebben we ook besloten om in ieder geval die initiatieven te ondersteunen, ook financieel, die, zal ik maar zeggen, coronaproof zijn. Ja. Nou, dat is een heel stel. Ik zou een heel stel kunnen noemen, maar ik wil één ding specifiek noemen. En dat is een documentaire die gemaakt wordt, een kleine documentaire voor de basisschoolleerlingen over 100 jaar Veldhoven.
en een grotere documentaire over 100 jaar Veldhoven. Het wordt een, moet ik zeggen, prachtig werkstuk. Er is inmiddels net een trailer gereed en ik zou het heel fijn vinden als we naar die trailer even kunnen gaan kijken. Gaan we even kijken, stukje kijken dus. Ben benieuwd. Het Veldhoven zoals we dat nu kennen heeft zich in korte tijd in een enorm tempo ontwikkeld. Je zou bijna vergeten dat het slechts een eeuw geleden is dat dit een plek was van 4 kerkdorpen met enkel plaatselijke bevolking en platteland. Breedwevers waren er eigenlijk geen. En de lessen thuis breedwever, dat was mijn opa dus. En met dat weven, daar moest hij een paar cent mee verdienen. Hè. En daar is hem toen toch altijd wel goed afgegaan. Hè. Mijn moeder heeft 6000 kinderen mee op de wereld gebracht. Ik weet wel dat ze een Zeelse bevalling deed. En dat het vliegveld gebombardeerd werd. En dat zij zich over de pasgeboren baby bukte om dat kind te beschermen, want de ruiten vlogen door de kamer. Ik heb ook met paniekaanvallen boekingen gedaan, zeker. Dus dat je dan voor 15.000 man in één keer daar staat en dat je dan denkt, wat gebeurt er eigenlijk? En in je hoofd wil je eigenlijk wegrennen, maar ja, toch blijven staan. En ik denk dat dat de momenten zijn als je dan die keuze maakt om te blijven staan. Ja, dan ben je een doorzetter en dan kan je ergens kan je iets bereiken. Hij wilde zijn doel bereiken, maar niet ten koste van. Nee, hij deed dat met de medewerkers. Aanpassen is eigenlijk wel het belangrijkste woord wat ik in mijn opvoeding eigenlijk wel mee heb gekregen. Want ja, er werd ook altijd vragen gesteld van oké, waar kom je dan vandaan en hoeveel kinderen en hoe zit dat dan en Indonesië en waarom ben je dan hier en als je dan zei ik ben gewoon geboren in Zeelst, dan kreeg je zelf zo. Ik heb nooit toen ik zeg maar heel klein was de ambitie gehad om model te worden of zo, ik wilde gewoon prinses worden, denk ik. Niemand kende me, Veldhoven wist niemand waar ik gebleven was. Gedacht voor aan thuis, een hoop verdriet, ellende en angst. Daar ben ik met een tijd hier verder moeten komen. Als jongen van 18 jaar. Hè? Ik weet nog dat ik in Oerle mijn beslissende demarrage plaatste, zeg maar. En ik kreeg langs de kinderboerderij. Zonder fikken, dan zo richting de Middellaan. Ja, en dan zie je dat publiek staan en dan stond toen echt rijen dik. Dat was wel kippenvel op dat moment. Nou, en op die manier heb ik ook mijn steentje bijgedragen om het proberen te voorkomen. We wilden voorkomen dat wij geannexeerd zouden worden door Eindhoven. Want dat wouden wij per se niet. Als er die ochtend dat gebeurde in die twee missen die volgden in de kerk bij ons niet zo voor mij was gebeden, dan had ik hier nu niet gezeten. Net als ik blij word van doen, wil ik dat die kinderen blij worden van wat zij later doen, ongeacht van wat dat is of welk niveau. Maar dat ze gewoon trots kunnen zijn op wie ze zijn en wat ze doen en daar tevreden over kunnen zijn. Van ambacht naar high-tech, van boeren naar experts. De ontwikkeling van het landschap, de bedrijvigheid en de diversiteit in de samenleving hebben het Veldhoven zoals we dat nu kennen gevormd. Beleef deze reis door de tijd door de ogen van een aantal markante Veldhovenaren in een film die generaties en gebeurtenissen in 100 jaar Veldhoven met elkaar verbindt.
Ja, Peter, dat ziet er allemaal super gaaf uit. Ik kan me voorstellen dat iedereen hem ook wil zien. Hè? We willen weten wat er hier speelt en gebeurd is de afgelopen tijd. Wanneer kan dat? De première is met Cityfest natuurlijk, het hoogtepunt van het echte feest. Hier in de Schalm, in de kleine zaal. Nou, we verwachten de programmering. Daar zijn we nog mee bezig, uiteraard, de mensen van Cityfest. Maar dan is gratis toegankelijk de première van deze prachtige doek. Superleuk. Ik ben benieuwd of het ook allemaal kan dan, hè? Want het is allemaal onder voorwaarden. Ja, we gaan niet doen, denk ik al. We gaan er gewoon vanuit dat we met z'n allen bij elkaar zitten dan. Ja, ga ik gewoon vanuit. Ik ook. Ik ben heel positief ingesteld. En die mensen hebben ontzettend veel werk gedaan. En ja, daar was je onderdeel van. Ja. En ik wil eigenlijk op deze manier alvast iedereen bedanken. Iedereen die mee heeft gewerkt aan welke manier dan, op welke manier dan ook. Dank jullie wel dat jullie mee hebben gewerkt aan Veldhoven 100. Want daarom staan we vandaag ook hier. Zeker. Toch? Ja, en Hans die had meteen al het idee, ik wil hier iets mee. Ik wil best die karttrekker zijn. Dat is best een pittige taak ook, zeker nu. Waarom wilde jij zo graag dit aanjagen? Nou ja, sommige mensen hebben een bepaald band met Veldhoven. Die heb ik absoluut een. Mijn vader is geboren in Oerle een jaar na de samenvoeging. Mijn moeder komt uit Veldhoven dorp. Dus die verbinding kon ook vroeger al. En ik heb zelf nog in Zeelse en Meerveldhoven gewoond. Ik zie mezelf een beetje de eerste generatie die echt groot Veldhoven is opgevoed. Wat is het leukste, Hans? Wat is het leukste? Het leukste van dit? Het leukste deel van Veldhoven? Het leukste deel van Veldhoven? Oeh, dat is een gevaarlijke vraag. Ja, dat is een gevaarlijke vraag. Laat maar dan. Maar dan gaan we hem ook aan jou stellen. Als ik mijn zin even af mag maken. Omdat ik die verknoping heb met al die kerkdorpen. Leek het mij geweldig leuk om hier een rol in te spelen. Met name vanuit de bestuurlijke rol dan. En ik vind het een hele eer om dit te mogen doen. En ik hoop dat we een geweldig jubileumjaar gaan beleven met elkaar. Ja, absoluut. Dat is mijn motivatie. Ja, ik ga door naar Peter. Want ja, in het comité, ja, mensen denken natuurlijk een comité, een clubje. Wat doen ze daar de hele dag? Ja, nou gelukkig niet de hele dag, maar wel heel vaak. Wij zijn dus degene die proberen alle initiatieven uit de Veldhovense samenleving samen te brengen, met elkaar te combineren, financieel te ondersteunen, op andere manieren te ondersteunen, zodat het natuurlijk een heel leuk en spetterend feest wordt. Ja. En ik denk wel dat ik namens het comité mag zeggen dat ik het geduld van de mensen die bij ons plannen hebben ingediend, dat ik daar ook wel heel trots op ben. Want ja, wij wisten het zelf natuurlijk ook heel lang niet precies wat kan er wel en wat kan er niet. Nee. Dus we hebben soms lang op antwoorden moeten wachten, maar we zijn nou van acquit. Er zijn, zoals ik zeg, al een heleboel corona-proefinitiatieven genomen. En nou gaan we naar het feestgedeelte. Hè. Zeker. Wat wordt nou de spannendste uitdaging? De spannendste uitdaging vind ik, of al die dingen die we aan het voorbereiden zijn, samen met de mensen van Cityfest, hè, en met de gemeente, om dat Cityfest een fantastisch feest te maken, of die voorbereidingen van die koren en die harmonieën, enzovoort, enzovoort, of dat allemaal goed kan. Kijk, omdat we met te veel mensen zijn. Ja, omdat ze dan de repetitiemogelijkheden niet hebben. Hè. Er wordt een Veldhovenlied gecomponeerd. Ja, het zou toch wel jammer zijn als niemand daar even kan oefenen. Hè, dat is toch zonde. Dat wordt ook wel heel spannend. Ja. Het is ook wel een spannende tijd, of niet, Hans? Absoluut. Nou ja, voor mij is het spannendste. We hebben, wat ik al gezegd heb in de eerste reactie, we hebben in september vorig jaar een knoop door moeten hakken. Nog niet wetende wat er allemaal op ons pad kwam. Ja. We hebben de keuze gemaakt die we gemaakt hebben. En ik hoop dat wij op 31 december toch kunnen terugblikken op een fantastisch jubileumjaar. Dat het allemaal toch eens uit kunnen komen wat we toen bedacht hebben. Dat is, vind ik, het spannendste. Wanneer is het geslaagd? Als dit mogelijk is. Kijk, als wij dadelijk na de zomervakantie, en we gaan absoluut niet doemdenken, want daar wil ik niet aan meedoen, maar als we dadelijk na de zomer een aantal grote festiviteiten zouden moeten cancelen, dan zou ik toch wel heel erg zuur vinden. Ja, allemaal, dat vinden we allemaal, denk ik. Dat vinden we allemaal, maar daar moeten we dus vooral niet over hebben hier. We moeten vooral positief denken en ervan uitgaan dat het goed komt. Maar als je vraagt wat is voor mij het spannendste, dat is dit. Ja, ik snap het helemaal. Ja. Goed. Het feest was natuurlijk vanochtend vroeg al begonnen, hè? Want de officiële aftrap van Veldhoven 100 was vanochtend. Er werd een bijzondere onthulling gedaan. Aan de familie van de 100-jarige, het gilde, de wethouder, plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraad, de heer Spetsers en mensen van de pers. Dat was ongeveer, we hadden natuurlijk gehoopt hier met heel veel meer mensen te staan. Toch ben ik blij dat we ondanks de corona vandaag bij elkaar kunnen zijn om de festiviteiten van het 100-jarig Veldhoven toch min of meer officieel op de verjaardag zelf kunnen laten plaatsvinden.
Laten we proosten. Proost. Gefeliciteerd. Nou, supermooi initiatief toch, Marcel? Ja, prachtig. En kijk, al die bankjes in Veldhoven die de vorige, tot 2020, kreeg iedere Veldhovenaar een bankje die 100 werd. Ja, dat werd er ook wel heel veel, kan ik je melden. Het werd een beetje duur ook, denk ik. Nou, maar ook gewoon onhandig, want waar zet je ze neer? Je moet ze onderhouden, inderdaad. Maar goed, we hebben nu een hele mooie plek. De eerste vier namen staan er dus al op. Het jammer is dat ik niet alle 100-jarigen heb kunnen bezoeken. Maar ik hoop in ieder geval dat we vanaf nu, want ik blijf dat wel doen, ondanks dat we niet een bankje onthullen. Ik ga natuurlijk wel naar de 100-jarigen toe, want dat is echt een feest. Iemand die 100 wordt, dat is ook een feest. En dat doen we vandaag ook. Hè? Juist, we hopen het allemaal te halen. Goed, dan gaan we door naar Jordi Graat. Hij is onze razende reporter deze aflevering. Hij gaat iedere keer op bezoek bij bijzondere Veldhovenaren met een bijzonder verhaal. En als eerste gaat hij naar Lisette Oosterbos. En zij is winnaar van de Veldhovense Cultuurprijs 2020. Ja, Annemarie. En nu zitten we hier heerlijk op het bankje en ben ik bij een verhalenverteller. Lisette, jij bent verhalenverteller. Ja. In het kort, wat is een verhalenverteller? Een verhalenverteller vertelt verhalen uit het blote hoofd. En dat doen we door middel van, met behulp van theatertechnieken. En zo proberen we de mensen te boeien en mee te nemen naar andere werelden. En ja, heb je daar een voorbeeldje van? Wat vind jij bijvoorbeeld zelf een heel mooi verhaal om te vertellen? Ik was gevraagd om na te denken over een verhaal wat past bij 100 jaar Veldhoven. Ja. Dus ik heb een kleintje. Ah. Ik heb hem wel heel, heel klein gemaakt. Hij is eigenlijk iets groter. Maar goed, er was eens een vader. Een vader met zoons die niet met elkaar door één deur konden. Wat ze ook deden, het was altijd ruzie, conflicten, klappen uitdelen. En vader werd daar erg, erg ongelukkig van. Maar wat hij ook zei, maakte niet uit. Ze bleven elkaar opzoeken. Ze bleven elkaar uitdagen. En vader moest en zou met een oplossing komen. En hij riep zijn zoons bij elkaar en hij pakte van achter een bussel met takken. Een takkenbos bij elkaar gebonden. En hij gaf ze aan zijn zoon. En hij zei, breken. Zijn zonen probeerden het. Eén voor één probeerden ze die bussel met takken te breken. Maar tuurlijk, lukte niet. Vader trok de touwen ervan af en gaf iedere zoon een eigen stok. Proberen ze nu eens te breken. Geen centje pijn. Krak, weg. Maar vader, wat wil je hier in vredesnaam mee zeggen? Als je samenwerkt, samen sta je sterk. In je uppie ben je geen partij. Wauw. Dat is maar er eentje. Ja, hè? Ja, leuk, hè? Ik zie je helemaal opbloeien als je aan het vertellen bent. Ja. Wat maakt het vak van verhalen vertellen nou zo mooi?
Dat je dus inderdaad... er zijn zoveel verhalen en dat je dat kunt delen met mensen en dat je ze daardoor andere ideeën ook kunt geven, anders naar dingen kunt laten kijken. Dat is mijn voornaamste reden. Ik kies vaak voor verhalen waardoor ik denk van verhip, zo had ik zelf nog niet gekeken. Of een betekenis ergens achter zoeken. Er zijn zoveel verhalen met zoveel inhoud. Dus ja, die wil ik delen. En wij weten nog maar een klein beetje natuurlijk van al die mooie verhalen. Oh, er zijn er zoveel. Ja, het is onuitputtelijk. Ja, dat geloof ik. Dit is echt onuitputtelijk. We zijn hier natuurlijk in het mooie Veldhoven. Ja. Wat heb je met Veldhoven? Geboren en getogen. Een echte Veldhovense. Echte Veldhovense. Uit Veldhovendorp. Veldhovendorp, heel goed. Ja. Echt Veldhovense. En mijn opa was de eerste postbode van Veldhoven, Cor Poes. Ja. En in de Kromstraat zat ook Café de Poes van mijn opa uiteindelijk. Wat is weer overgenomen door mijn oom. En nou ja, ze kennen mij in Veldhovendorp, met name de oudere mensen, als een van de Poes. Kijk, een van de Poes. En wij gaan nog eventjes verder met mooie verhalen, denk ik, hier op het bankje. Maar Annemarie, jij hebt vast ook nog wel heel veel mooie mensen daar zitten. Ja, zeker. De volgende twee heren zijn inmiddels al aangeschoven. We gaan namelijk eens kijken naar bedrijven die al jarenlang in Veldhoven zitten. Aliens zit er al 94 jaar en ook Van Hout al 85 jaar. Allemaal in ons mooie Veldhoven. Laten we eerst eens even kijken naar een impressie. En de twee heren die staan hier. Allereerst Jan van Hout, ja, Van Hout Adviseurs en Installateurs. Zeg ik goed, hè? Ja, zeker. Een hele volle mond. En Ron Eliens van Eliens Car Wash. Klopt. Ja. Ik wil even algemeen beginnen. Want als ik jullie vraag, als ik aan Veldhoven denk, dan... Weet jij het dan, Jan? Wat komt er dan in je op? Ja, toch wel mijn geboorteplek. Dus dat sowieso. Dus mijn hart ligt hier. Ongelooflijk plaatje in heel de wereld. Het is onwaarschijnlijk waar we staan als Veldhoven. Dat is echt ongekend. Mm-hmm. Dat geeft mij gewoon een heel mooi gevoel. Ja, snap ik. Ja. En hoe zit het bij jou, Ron? Ja, ik vind Veldhoven het centrum van de wereld. In de zin van, ik zei altijd vroeger van, althans mijn wereld. Maar als kind groei je op en je ziet jouw wereld veranderen. En dan ben je heel trots op Veldhoven. Ja, dit is wel echt onze plek. Wij zijn allemaal wel trots op Veldhoven, volgens mij. Ja, weet je wat ik nou zo mooi vind? Want ik ben bij beide bedrijven wel eens geweest. Soms om mijn auto te wassen, soms ook gewoon om bedrijfsbezoek. Wat mij altijd opvalt, is dat iedereen zo gewoon blijft. Of je nou directeur van ASML bent, of we hebben verschillende ondernemers, wie dan ook. We gaan allemaal heel erg nauw met elkaar om. En als we elkaar ontmoeten, waar dan ook, is het altijd gewoon gezellig. Ja. Vind je dat ook niet? Gezellige? Ik vind juist dat dat de kracht van Veldhoven is. En ook van de Veldhovense ondernemers. Jan en ik zijn natuurlijk ondernemers. En wij zitten natuurlijk regelmatig bij de Veldhovense ondernemersclubs bij elkaar. En dan wordt het aan elkaar gegund. En dan is het gunnen en ook de gezelligheid. En dan is het toch anders dan bijvoorbeeld Eindhoven. Dat is toch weer net groter. Ja. En Veldhoven kent elkaar iedereen. Wij zijn precies groot genoeg. Ja, even terug wel. In de tijd, Jan, want als ik naar jouw familie kijk, het begon eigenlijk als koperslager in 1936. Correct. Hoe is toen die omslag gekomen naar een installatiebedrijf? Wat is een koperslager? Die maakte volgens mij, en heel eerlijk, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Van die potten waar bijvoorbeeld kolenkitten in zaten. Ah. En dan waren koperslagers en de gootjes en dat soort dingen. En die eerste afvoeren. Nou, eigenlijk is het verhaal begint daarna, na de oorlog, was natuurlijk de opbouw. Ja. En toen kwamen waterleidingen. Want het was er niet. Dus die werden aangelegd. Daarna gingen we verder met mijngas, in de jaren 50, 60. Die gingen we aardgasleidingen aanleggen. En zo is dat gezin en de familiebedrijf elke keer doorgegaan. Hoe weet jij nou als je vader meegenomen in het bedrijf? Maken we even een grote stap, hè? Wow. Ja. Hoe ik had meegenomen? Ja, uiteindelijk mocht ik mijn eigen keuze bepalen van hoe ik of wat ik wilde doen.
En na mijn studie heb ik gekozen om naar de zaak te gaan. En toen mocht ik eerst als projectleider, relatief snel als directeur, maar vooral ook als ondernemer. Want daar ligt toch echt wel mijn hart, het ondernemen. Ja, ja, want inmiddels gaat de service eigenlijk veel verder dan dat installatiebedrijf. Hè? Ja, dat is correct. Een beetje bijzaak geworden. Klein beetje? Nou, dat niet. Wij denken alleen wel dat die combinatie noodzakelijk is voor de volgende grote transitie. Ik vertelde net al wat daarover. Dat we die combinatie nodig hebben van en dat advies en de realisatie. En hoe we dat met elkaar kunnen doen om mensen te helpen. Ja, maar je helpt toch wel alleen maar bedrijven? Ja, correct. En geen particulieren? Nee, onze sector. Meer. Nee, precies. Nee, wij werken in de utiliteit. En dat is inderdaad alles behalve woningen. En dan hebben wij het vooral in de high-tech sector. En in het maatschappelijk en commercieel vastgoed. Ja. Eigenlijk een hele grote stap. Ik ga eerst even naar jou, Ron, want hoe zat het bij jou? Hoe ben jij in het bedrijf meegenomen? Ja, wij zijn natuurlijk ook van oudsher een familiebedrijf. En mijn opa en oma, grootouders, zijn begonnen. En die maar daar moeten we wel één ding belangrijk bij zeggen. Want eigenlijk liep jullie bedrijf de tijd al ver vooruit. Want als ik het goed heb gelezen, dan was het in 1927 vooral oma die de drijvende kracht was achter het bedrijf. In die tijd al? Ja, dat is toch tof? Ja, goed. Ik denk dat het een karaktertrek is. Wat? Want mijn oma was wel een die gas erop gas. En mijn opa die werkte heel hard, maar die vond het wel prima. En zij trok gewoon de kar en hij deed ook mee. Ja. Ja, min of meer. Min of meer. Ja. Ja. Maar voor die tijd eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, als toch? Een vrouw de zaak runt, toch? Ja, klopt. En wat heeft dat betekend in je huidige bedrijfsvoering? Ja, dit zijn natuurlijk verhalen die ik gehoord heb. Hè? Ja. Dat is dat zelf natuurlijk. Maar je hebt wel het bloed van je oma meegekregen. Uiteraard, toch? Maar het bedrijf is toen ontwikkeld. Want wij zijn begonnen in Zeelst bij de molen. Dat is natuurlijk wel een leuke locatie. En later, toen de kolen eruit gingen, moesten ze iets. Dus toen zijn ze begonnen met een oliehandel en een benzinepompje. Toen waren we inmiddels verhuisd naar de Kapelstraat. Niet heel ver, maar toch. En ik ben opgegroeid met een benzinepomp voor de deur. Ja, dat komt dus met oud opnieuw geen vuurwerk. Nee. Ik heb nooit geen vuurwerk mogen afsteken. Wat logisch is natuurlijk. Wat sneu eigenlijk. Ja. Ja. Maar dan zie je dus ook dat eigenlijk bij beide bedrijven die transities gewoon door de jaren heen super belangrijk is geweest. Dat je toch met je tijd mee bent gegaan. Want als we dan nu naar nu kijken, een belangrijke overeenkomst bij jullie is, jullie zetten je eigenlijk allebei enorm in voor de duurzaamheid. Jan, want hoe gaat dat bij jullie? Ja, bij ons, die duurzaamheid is onderdeel van datgene wat wij doen. Dus letterlijk verduurzamen van gebouwen. De klimaatverandering is een groot onderwerp wat de komende jaren dominant op de agenda's gaat komen. Ja. En wij zijn alleen maar aan het voorsorteren dat we daar oplossingen voor kunnen bieden. Ja. In Veldhoven zijn we ook heel... De wethouder is daar afgelopen weken enorm druk mee geweest. Om mensen in te lichten. Ja, hoe gaat dat dan, hè? Van het gas af? Andere manieren van verwarmen, warmtepompen. Voor Veldhoven denk ik wel een van de grootste toekomstmogelijkheden. Hoe zie jij dat? Ik, dat is letterlijk wat we met elkaar die reis gaan doormaken, de komende transitie. Kijk, mensen vergeten wel eens af en toe dat gas ook pas 40, 50 jaar er ligt. Dus wij denken allemaal dat het vanzelfsprekend is, maar dat hebben wij met z'n allen gedaan. Onze generaties, of de generaties voor ons. Ja, maar dit is wel echt jouw stempel in het bedrijf ook, denk ik, toch? Ja. Ja. We hebben twee stempels. Aan de ene kant is zorgen dat mijn mensen gemotiveerd zijn en dat we die kunnen ontwikkelen. Dus een hoop autonomie geven, zelfstandigheid en vakmanschap. Mm-hmm. En aan de andere kant is echt wel zorgen dat we de oplossingen kunnen bieden om met elkaar de reis te maken naar die volgende energietransitie en die volgende... Jullie hebben heel veel mensen werken. Ja. Hoeveel? 110 op dit moment. Flink, hè? Ja. Dat is wat anders dan hoe je... Ik ben begonnen met 40 man, wat mijn vader en mijn oom heel groot hebben gemaakt van de jaren 70, midden jaren 70 tot met 2000 nog wat, 2000 ergens. Oh. En hoeveel mensen werken hier? Vier. Ja, je hebt wel een milieuvriendelijke car wash neergezet. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel vier FTE's. Ik heb natuurlijk veel jonge jongens werken en die hebben dan een weekendbaantje. Tuurlijk, ja. En zo werkt het. En part-timers. En dat ging gelukkig allemaal door, hè, in deze tijd. Ja, vertel eens over die duurzaamheid, want dat vind ik een mooie... Precies, we hadden het over duurzaamheid. En zoals wij er tegenaan kijken, wij willen sowieso wassen dat milieuvriendelijk is. Dus groen. Groene uitstraling is natuurlijk nu heel belangrijk. Maar toen wij begonnen, was meteen al van, we gaan beginnen met biologische middelen. Dat kwam toen net op. Daar hebben we heel lang moeten zoeken naar de juiste combinatie van welke middelen werken dan. Want dat heeft ook weer te maken met je waterhuishouding. En
heel verhaal. Mm-hmm. Maar in ieder geval, de groene inslag is er altijd geweest. Ja. En die lijn wordt natuurlijk nu doorgetrokken. Ja. En ja, is gewoon mooi om te zien. Zeker. Ja. Hebben jullie als laatste dan opvolgers klaarstaan in deze familiebusiness? Ik heb 3 prachtige dochters. En laat maar, net zoals ik vrij ben gelaten, laat ik hun ook vrij om te kiezen wat ze willen. Dus dat wil niet zeggen dat je dat niet als familiebedrijf runt, want dat is wel wat er gebeurt. Alleen ik vind wel dat mensen, individuen, zelf de keuze moeten hebben. Dus geen must. Het is geen must. Zijn. Maar het is altijd natuurlijk geweldig als die stap kan gemaakt worden en dat die ook nog succesvol is. Ja, snap ik helemaal. En voor jou, Ron? Ja, Jan maait het gras voor mijn voeten weg, want ik wilde eigenlijk exact hetzelfde antwoord geven. Ja, vrij laten, als het kan en mag, dan is het leuk. Maar als het niet kan, dan willen we in ieder geval de cultuur behouden als familiebedrijf. En dat het ook zo gerund wordt. Nou. Maar de toekomst zal het uitwijzen. 2 Veldhovense bedrijven waar we in ieder geval ook weer trots op mogen zijn. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dan gaan we door naar Jordi, want die staat op een plek waar hij zelf wel echt heel erg blij van wordt. Namelijk de Veldhovense bierbrouwerij. Ja, Annemarie, dankjewel. Wij zijn in ieder geval al bijna klaar om het feestje te beginnen. Tenminste, als ik straks hier een kratje meeneem, want we zijn bij de Veldhovense bierbrouwerij. Elle, prachtig. Al deze, wat zijn dit? Zijn het echt tanks, vaten? Hoe moet ik dit zien? Wat zijn dit? Ja, dit zijn gistvaten en lagervaten. Dus dat betekent dat hier het bier gist en lagert. Lagert wil zeggen rusten. Dus dit is eigenlijk de Veldhovense bierbrouwerij. Hier gaat het beginnen. Hoe is dit ooit gekomen hier? Hoe ben je ooit begonnen? We brouwen eigenlijk al 22 jaar, zeg maar. Wel op kleinere hoeveelheid. Ja. En nu sinds een jaar of 5, zeg maar, in deze hoeveelheid. En dan is het vooral lekkere bierbrouwen hier in Veldhoven. Maar deze ruimte waar jij brouwt is wel eentje met geschiedenis, toch? Want ik begreep iets met Lulion Fratrenel, met het muziekkorf, wat nog meer allemaal. Maar waarom is dit een hele historische plek? Ja, dat heb je goed begrepen inderdaad. Je hebt goed je huiswerk gemaakt. Dat klopt. Dit is een hele historische plek, sowieso het pand. En de geschiedenis van het pand heeft al eens een keer geschiedenis geschreven. En dat was vroeger een huiscafé. We hebben zeg maar alcohol teruggebracht in Zeelst op de Binnenweg 9. Kijk. Ja. En wat kenmerkt nou de Veldhovense brouwerij? Wat voor bieren krijgen we hier? Wat voor smaak? Ja, we hebben 8 verschillende soorten. Je kunt daar gewoon klassificeren met een triple, een quadruple, zo noem je niet maar op. En dan hebben we voor Veldhoven 100 een eeuwfeest gemaakt om dat te vieren. Ja, en deze plek is heel iconisch, hè? Dit heeft een hele rijke historie voor Veldhoven. Want vertel eens, wat is hier allemaal geweest? Wat is hier gebeurd? Ja, vroeger woonde hier de vader van de burgemeester. Dus dan was het een binnenhuiscafé, noemen ze dat. Ja. Daar werden eigenlijk zeg maar de voorbesprekingen gedaan voor wat belangrijk was voor Zeelst. Onder het genot inderdaad van een biertje. En de Union Fraternel, de oprichting, zeg maar, daar is ook sprake van dat de eerste gesprekken daarover hier in dit pand hebben plaatsgevonden. Daar is ook heel historie, ook zeker voor Zeelst. De Union Fraternel is de blaaskapel van Zeelst. Ja. Ja, dit zijn ze, hè? Ja, zeker. Dit zijn ze. Leg eventjes uit voor de mensen. Wat heb jij hier? Wat staat hier? Ja, hier staat speciaal bier voor de viereenheid Veldhoven om te vieren met de inwoners van Veldhoven het 100-jarig bestaan. En als we dit opentrekken, wat gaan we dan proeven? Wat voor smaak heeft, wat voor afdronk? Zo moet je toch zeggen? Ja, zeker. Ja, dat zeg je goed. Het is een bloemige, fruitige afdronk. 5% alcohol, omdat ik niet te zwaar. Ik wil iedereen een toegankelijk biertje voor alle Veldhovenaren, 18 plus, om lekker te genieten en te proosten op het 100-jarig bestaan. Wie zijn normaal hier jouw afnemers? Wie komen hier? Nou, hier komt niemand. Wij zetten dit af bij hoofdzakelijk supermarkten. En daar komt het Veldhovense publiek, de inwoners van Veldhoven, die kopen daar hun biertjes en bij de slijterij. Lekker hoor. Ja, ja zeker. Tot slot, wat gaan we in de toekomst nog van de Veldhovense bierbrouwerij, wat kunnen we nog verwachten? Komt er nog een nieuw biertje? Ga je
groots, wat zijn de plannen? Nee, niet groots. Het wordt hier nooit een Bavaria. Het blijft gewoon lekker kleinschalig. Met ambachtelijke... Ja, met de ambacht. En we gaan wel nog uitbreiden met biersoortjes. Oeh. Ja, zeker weten. Ik heb je al iets in gedachten? Ja, zeker. Hier staat een dubbele bok. Dat wordt nou weer het nieuwste. Dat is in september dan rijp, dus dat duurt nog even. Hebben we ook nog ruimschoots de tijd om een leuke naam voor te verzinnen. Oeh, kijk. Ja. Nou Annemarie, dit biertje ga ik eentje naar jou toe brengen. Proost alvast. Ja, we moeten maar eventjes zo even proosten zonder... Met de doppel nog op, maar tot zover vanuit de Veldhovense bierbrouwerij. Tot straks. Ik heb hem goed ontvangen, Jordi. Dank je wel. Ik ben alleen niet zo'n bierdrinker. Ik lust het niet. Jij wel, Marcel? Ja, ik lust het wel, nou, dan ja. Vind ik dat jij het echte Veldhovense biertje zeker moet ik gaan proeven. Ik heb hem al een keer geproefd, maar het mooie weer komt er weer aan. Dus hij wordt koud gelegd en zo is we dat. Gaan ervan genieten. Voor een beter en later moment bewaren. Wat wij gaan doen is door met nog twee typisch Veldhovense bedrijven. Ja, we hebben hier Michel Franken staan. Hij is marktkoopman in fruit. En Piet Moeskops, natuurlijk ja, Moeskops, de echte bakker. Laten we eerst even kijken naar een kleine impressie van jullie bedrijven. Ja, mooi om te zien. Hoe Bourgondisch zijn wij Veldhovenaren eigenlijk, Michel? Hou een beetje van lekker eten en drinken. Nou, er is veel belangstelling voor. Ja, hè? Ja, voor goede, lekkere producten. Zeker als het om fruit gaat. Ja. Ja, daar komen we zo op bij jou inderdaad, Piet. Bourgondiërs, wij Veldhovenaren? Ja, lijkt me wel. Ja, hè? Ja, zo gauw het weer allemaal een beetje normaal gaat worden, zal ook alles weer volstromen en... Ja, de mensen zoeken toch het Veldhovense leven op. Ja, we hebben zo'n zin in een stukje geborgenheid ook. Gewoon fijn met z'n allen genieten van het leven eigenlijk. Nou, precies. Maar als bakkers hebben jullie denk ik toch niet te klagen gehad het afgelopen jaar? Nee, wij zijn ook heel dankbaar dat we open hebben mogen blijven. En we zijn ook heel dankbaar dat de consumenten, zeker de Veldhovense consument, de lokale ondernemers een warm hart toedragen. Ja. En niet alleen ons, maar ook gewoon in het algemeen. En ja, ik vind het ook fijn dat de mensen echt, de kleine ondernemers, willen steunen op dit moment. Mag ik daar een vraag over stellen, Annemarie? Natuurlijk. Ik heb zelf in de Kromstraat gewoon schuin tegenover jou. Nooit weg moeten gaan, hè? Ja, ik ben een paar honderd meter verderop gaan wonen. Maar ik moest ergens wonen in de begintijd. Maar het viel me op, in de Kromstraat had ik de keuze uit drie bakkers. Ja. Ik vind dat, waar ik vandaan kom, was dat in ieder geval niet het geval. Nee. Maar houden wij zo dan van het echte verse brood? En hoe doe je dat dan? Gaat het allemaal gezellig met elkaar om, met drie bakkers bij elkaar? Nou ja, drie vind ik er wel ruim veel. Als ik het eerlijk mag zeggen, op 100 meter, 150 meter. Weet het, ja. Maar dan nog steeds is de kunst om te zorgen dat je producten maakt waar mensen voor expliciet voor naar jouw winkel komen. Ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een stukje, sorry. Nee, ja. Maak het maar af. Nou, een stukje klantgerichtheid. Hè, dus luisteren wat de klant wil, versheid. En natuurlijk ook de samenwerking tussen de klant en ons. Mensen komen een beetje thuis bij ons. Ja. Dat gevoel moet er zijn. Ja. Kijk, en dat wordt wel gewaardeerd. Nou ja, jullie hebben er dan 3 op 100 meter staan. Maar jullie staan op de markt natuurlijk met veel meer concurrenten nog. Ja, 4 of 5. Hè, ja. Zo. Waarom komen ze dan toch bij jullie? Nou, wij onderscheiden ons door kwaliteit. We zijn misschien ook wel niet de goedkoopste van de markt. Maar daar ben ik niet rouwig om, want dat kunnen we terugbrengen in ons product, in de kwaliteit. Ja. En ja, dat kost nou eenmaal meer inkoop. En je moet het ook veel ooit verder zoeken. Ja. En als je dat brengt, dan krijg je op een gegeven moment, voel je dat het... mensen besteden meer of zoeken exclusieve dingen.
En kwaliteit is heel belangrijk. Ik kijk iedere maandag op, niet de coronatijd, maar als ik op het werk ben. Hè, mijn kantoor zit aan het Meiveld. En dan kijk ik iedere maandagochtend dan over de markt. En dat vind ik altijd zo gezellig. Ja. Zwaaien jullie dan ook altijd even naar elkaar? Nee, dat is niet. Dat is niet het geval. Maar ik vind het altijd wel heel gezellig op de markt. Ja, dat is het ook. Ja, we staan in Frankjes en woorden, kwaliteit wint altijd. De prijs is pas te duur als iets niet goed is. Ja. Ja, als het niet lekker is, en dan wil je er niet meer voor betalen. Bij ons is onze kracht van ons bedrijf uit. Mensen zeggen, we hoeven nooit niks weg te gooien van het brood, want het blijft heel lang lekker mals. Ja. Daar zit liefde in ambacht. En ja, dat wordt gewaardeerd. Hey, want hoe is het ooit begonnen? Hè? Als we dan toch terugkijken op 100 jaar. Want hoeveel jaar bestaan jullie? Nou, ik denk vanaf na de oorlog. Ja, hier. Mijn vader had een groentewinkel in Eindhoven. En op de Bonnefageslaan in Stratum. En toen met de opkomst van de supermarkten werd het moeilijk voor hem. En toen is hij verhuisd naar Veldhoven, naar de Provinciale Weg. En dan had hij gewoon een particulier huis. Maar de markten bleef hij toch doen. Ook toen hij de winkel had, deed hij nog steeds de markten. Want hoe ging dat vroeger? Mocht je gewoon bij wijze van wel bij elkaar maar zomaar ergens gaan staan? Ik bedoel, het is nu heel ingewikkeld. Met vergunningen en wie wel, wie niet. Ja, nee. Het gaat natuurlijk altijd, marktmeester is de baas op de markt. En die wijst de plaatsen aan en die zorgt ook dat er altijd een beetje in evenwicht blijft. En de een is wat groter en de ander wat kleiner. En dan, als er plaatsen vrijkomen, dan wordt daarnaar gekeken. Ja. Of dat wenselijk is. Ja. Mooi. Wat is de meest bijzondere herinnering die jij zelf hebt? Ging je als klein mannetje al mee naar de markt? Hoe werkte dat? Ja, nou, ons pa die in 62 zijn wij eigenlijk meerdere markten gaan bezoeken. En toen kwam ik van mijn 16 jaar van school af en toen ben ik eigenlijk daarmee ingegaan. Ja. En hoe was dat? Had je meteen zoiets van, ik wil hiermee verder? Ik vond het prachtig. Ik vond het echt helemaal geweldig. Wat is dat dan? Want je bent vaak een marktkoopman en dan ben je voor het leven. Het is vroeg op. En je hebt heel veel contact met mensen en je hebt het weer. Hè? Dus koud, warm, alles door elkaar. Mm-hmm. Ja, had ik brood kunnen gaan verkopen op de markt, toch? Ja, en net zo goed. En dan de wisseling van producten bij ons. We hebben misschien wel 7-8 seizoenen in een jaar. Ja. Dus dan begint het najaar met de koolsoort en de spruitjes, zeg maar. En de boerenkool en de worsten. Of de stampotten. Mm-hmm. Maar door het jaar heen hebben we ook het begin van de appeltijd. En jullie gaan echt oosten met het seizoen mee. Dus dat is wel eens bij een bruin brood natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk bruin brood is bruin brood. Ja, niet altijd. Dat is niet waar. Niet bij Piet, want ik weet dat hij dat toch wel zeker 20 soorten heeft liggen voor mij. Ja, maar het is bruin brood, toch? Het is een beetje zonder Pietje. Ik probeer een beetje te plagen. Het is door de bord. Ja. Ik weet het. Want Piet, als we bij jou gaan kijken. In 2013 bestond de bakkerij al 150 jaar. Ja, klopt. En dat is ontstaan uit 1863. Hè? De bakkerij werd opgericht door Piet Moeskroft. Ja. Nou, dat ben niet jij, want dat had je niet gered zo lang. Dat stond ik in de 20e boeken verrijkend. Nou, precies. Ja, want wanneer ben jij ingestapt? Wij zelf in 2004 hebben het overmogen nemen van mijn vader en moeder. Die hebben het uiteindelijk doorgezet. Mijn opa stierf toen mijn vader 13 was. Toen hebben we uiteindelijk mijn vader en moeder het overgenomen. Vroeger was het een soort centrawinkel. Dus toen hadden we eigenlijk een heel breed soort productenaanbod met eigen bakkerij daarin. En vanaf 2004 hebben we ons Sas en ik hebben het voortgezet. Ja, en nu inmiddels 3 vestigingen. Hè? Veldhoven Dorp, Meer Veldhoven en Zeelst. Ja. Ook je dochter heeft een eigen zaak geopend. Ja. Moons. 1 augustus in Moons, ja. Hoe leuk, want hoeveel mensen van jullie familie zitten er in het bedrijf? Nou ja, wat leuk is, ons lieve, die had heel de eromheen gebouwd. De website, de reclame voor ons Simone, de uitstraling, vrije tijdbesteding. En onze Willem die werkt inmiddels in het bedrijf, die is 21. Ja. En die is gewoon heel fanatiek, heel gedreven. En die ziet het ook helemaal zitten voor de toekomst. We zitten in een geweldig mooie winkelstraat met kleine, zelfstandige, goede ondernemers. Dus de toekomst ziet er gewoon rooskleurig uit. Ja, je hebt er ook gewoon zin in. Als ja, zeker. Ja. Zeker ja. En hoe zit het bij jullie? Hoeveel mensen van de familie zitten er bij jullie in? Ik heb 1 zoon en die is nou ook eigenaar van de zaak. Mm-hmm. En die heeft het overgenomen 8 jaar geleden. En en ik ben er nog steeds bij betrokken, heb ik wel gezien. Ja. En dat is eigenlijk, mijn vrouw en ik doen nog steeds alles mee in de zaak. Ja. Mooi toch, hè? Al die familiebedrijven. Ja, super. Groot, klein, alles door elkaar. En vooral ook met elkaar. Hè? Dat is echt gewoon fantastisch. Ja. Hey, als laatste dan. Als je nog 1 keer vooruit zou mogen kijken. Hè, laten we er eens 100 jaar bij optellen. Waar staat de zaak dan? Want daar zijn we natuurlijk zelf niet meer bij.
Maar wat hoop je dan dat er is gebleven van je zaak? Wie durft eerst? Nou, ik denk dat wij zeker nog bestaan. En de opvolging, dus onze Maurice, die is nog jong. En die is heel gedreven in wat hij doet. En dat scoort. Je hebt niet zomaar een goede naam, dus die moet je verdedigen. Mm-hmm. Iedere week weer. En dus ik denk dat dat wel doorgaat. Ik hoop het ook. En Piet? Dat is lastig. 100 jaar is natuurlijk een hele tijd. Maar wat meneer Frank zegt, ja, diep in uw hart hoopte dat jouw bedrijf gewoon voortgaat. Ja. Maar daarbij is er van heel veel dingen afhankelijk. Ja. Als uw opvolger er anders over denkt of er geen zin in heeft, ja, dan moet ik gaan kijken op andere oplossingen. Ja. Maar dan gaat in principe wel de ziel uit uw bedrijf, vind ik persoonlijk. Precies, want maar kwaliteit blijft, hè? En de kwaliteit blijft. Goed, dank jullie wel, heren. Oké. Blijf nog heel even staan, want we gaan even kijken waar Jordi is. Jordi, waar ben je nu naartoe gegaan? Ja, Annemarie, de volgende gasten zitten al op mij te wachten. Ik hoef de naam maar uit te spreken, dan denk je, oh ja, dat zijn die mannen. Chris en Theo van Kasteren, kom mee. Nou, dit zijn de mannen van de bouw, hè? Ja. Familie van Kasteren, hoe is het ooit begonnen? Niet met een bouw. Waarmee wel? Slopen. Ja, je slopen. Nee, maar ook bouwen, maar met Zandvoort. Ja, maar dat is later niet. We begonnen met slopen, ja. Als je een melkboer, en alles meestal als ze vrij, hè. En er was tijd over en is je een sloop, ja. Van de gemeente aangenomen, woning op de Locht. Tegenover de baas, dat waren de eerste woningen. En toen ben ik vermeest bij de Leemak daar, een grote boerderij gesloten. Maar die was nog hard toen, dat weet ik nog wel dan. Dat was wel even werken, ja. Ja. Toen was ik nog jonger hoor, ik heb niet veel meer gewerkt, maar was, nee. Was ik nog jonger. Nee. Hij had altijd gecommandeerd, dus hij had nooit veel geslagen meer namen niet. Nee. Hij had mij altijd geregeld wel. Hij had wel hij u zette de lijntjes uit? Ik nam het werk aan. Hun hadden geen contacten. Maar neem ons eventjes mee, hoe is het bedrijf geworden tot wat het nu is? Sportpark is daar werk mee begonnen. Ja, dat was vroeger de hele grond mee. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen met de cultuurtechnische werken. Naderhand zijn we overal mee begonnen. Mm-hmm. Maar dat was allemaal toen de tijd via de grond mee. En ik moest ook van de grond mee beuren, niet van de gemeentes. Grond mee nam dat allemaal aan van de gemeentes. En de mensen en de aankomst nemen, was toen de tijd allemaal grond mee. Mm-hmm. Ja, nou bestaat het bijna niet meer, maar toen wel. Zo hebben we zachtjes dan opgebouwd. Ja. Zachtjes dan ben ik erin gekomen. En toen hebben we dan een kwijt genomen in Wanrooy. Dus er was ook een bouw bij. Een bouw, een kledelkaal en douches. Ook een recreatiepark. Ja, een recreatiepark, maar dat hoort erbij, dat is een kwijt. En toen had je een aannemer gevraagd voor de prijs. Maar die vond je zo duur. En die kwam toen veel bij elkaar zitten, die aannemers toen de tijd. Hè. En toen. Toen zit hij namelijk zelf aan Timlay aan de Metselaars sproegje. En in maart 1970 zijn ermee begonnen. En hoe was die samenwerking tussen jullie? Dat was goed. Die is altijd goed geweest. Ja? We hebben nooit ruzie gehad. Wel woorden. Al mensen dachten dat we ruzie hadden, maar we hebben nooit ruzie gehad. Ik ben geen inbroer meer hoor. Maar ik weet niet goed, we liepen naar het Philipsstadion. En dan ziet je waar de helft was bijna zo klaar. En we hadden er maar vier verkocht. Er zat nog geen dak op. En we hadden er maar vier verkocht. Dus ik weet niet hoe dat moet zitten. Er waren er 30, ik weet niet waar die woningen, die valgen hadden, die appartementen. En toen kwam er een dak op. Ze zagen mensen wat het werd. Toen heb je bij 3 maanden kunnen allemaal verkocht. Bij 3 maanden was het allemaal weg. Tot slot, waarom is het zo fijn om hier in Veldhoven te zijn? Ja, want dan zijn we natuurlijk een rondje aan het maken, ja. Langs Veldhovense mensen. Ja, ik woon nou in Duitsland. Nou, het is een hoop belangrijkste, waarom begrip is in Nederland, ASML. Ik heb dat boek niet meegebracht, maar kijk maar in mijn boek hoe dat staat. Dat durfde niemand aan. Ik had altijd mensen die geen geld hadden, de meeste. En dan moest ik maar zorgen voor geld te lenen. De bank was het beste met men. Geen ASML, ja, dat is wel. Hé? Ja, toen had hij een ding van miljoen neergezet, dan had hij geen geld. Maar... En toen zei hij, je moet het toch maar doen, denk ik. Dan zien we maar wat er geld gebeuren. Maar toen is het een huis hebben. Dus ja, de BV dan, maar waar wij dat dan? Ja, maar die ging over veel miljoenen, hè? Ja.
Ja, dat had hij voor geregeld. Ja, de financiering al. Dus ja, dat hij allemaal heel veel. De financiering moeten ze nou niet mee, hè, met geld. Nee. Ja, lekker gesprek. Oh, prachtig, hè, zo. Heel mooi. Echt Veldhovens. Zeker. Ja, in Veldhoven willen we ook heel graag voor elkaar zorgen. En mijn volgende twee gasten die hebben daar een soort van levenswerk van gemaakt. Kijk mee naar een impressie. De liefde die straalt er vanaf. Zo mooi om te zien. Prachtig. Aan tafel staat Ans van Kuik, is directeur van Swove. En Jan Emmers, die al 40 jaar werkt bij Severinus. Fijn dat jullie er zijn. Ans, ik begin even bij jou. Swove bestaat ook al ruim 50 jaar. Ja, vorig jaar hè, was het 50 jaar. Ja. Ook hier in de Schalm. Ja, nou, dat had inderdaad moeten zijn. Als al onze activiteiten allemaal gewoon niet door kunnen gaan. Nee. Helaas. Nee, want vertel eens even in het kort wat jullie doen. Wat wij doen? We hebben als missie dat mensen op een waardige en aangename manier oud mogen worden. En vooral op hun eigen manier, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we kunnen van alles verzinnen, maar iemand zijn eigen manier van leven vinden wij het allerbelangrijkst. En daar zijn wij ondersteunend en verbindend in. En ja, dat klinkt natuurlijk, hè, we houden het dan in, maar ja, allerlei verbindingen tussen vrijwilligers, tussen mensen die zorg nodig hebben, hè, een hulpvraag hebben. Gericht op de oudere mensen. Ja, en op mantelzorgers. Hè. En mantelzorgers die kunnen ook heel jong zijn. Zeker. Dus ook daar. Wat kun je dan bijvoorbeeld voor zo iemand betekenen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, mensen vinden het vaak al heel belangrijk om hun verhaal kwijt te zijn. Iemand die met hun meedenkt, een keer iets anders, een afleiding, hè, een activiteit waarvan je denkt, goh, dat is ja, ook gewoon leuk om deel aan te nemen, in plaats van altijd in de zorg te hebben als je het over mantelzorgers hebt. Ja, het leven weer een beetje draaglijk en makkelijker ja, maken. Ja, en ook hè, lotgenoten, hè, van god waar jij tegenaan loopt, lopen andere mensen soms ook tegenaan. Ja. En mensen die ouder worden, hè, het voorkomen of het verminderen van de kwetsbaarheid. Ja. En ja, alles eigenlijk daaromheen. En ja, dat is gewoon ja, te breed om in een paar woorden snap te zeggen. Snap ik helemaal. Want je noemt het al, hè? Die vrijwilligers zijn heel belangrijk. Jullie zitten in totaal met 12 professionals. Ja. En ruim 200 vrijwilligers. Ja. Ja, zeker. En dan moeten we natuurlijk kijken, daar is corona voorbij. Van god, hoe is alles gelopen in de jaren? Ook voor onze doelgroep. Hè? En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want ik ben natuurlijk sinds augustus bij Swove. En ja, echt een heel vol ornaat. Ik zie een heleboel dingen, een heleboel activiteiten, heel veel kleine dingen. Echt honderden aandachtsmomentjes, want dat is ook belangrijk in deze tijd. Maar een heleboel dingen heb ik ook nog niet gezien. Nee, dus dat kan allemaal nog gaan gebeuren inderdaad. Ja, zeker. Wat doen die 200 vrijwilligers allemaal? Nou, de vrijwilligers ja, die dragen eigenlijk overal aan bij. Hè. Als je het hebt over de eetpunten die er normaal zijn, die wordt gedraaid door vrijwilligers. Vrijwilligers gaan op informerende huisbezoeken bij mensen die ouder zijn. Die ondersteunen ons bij alle activiteiten. En als je nu kijkt in deze tijd, zijn er ook heel veel vrijwilligers die contact gehouden hebben met de mensen waar zij normaal hun werk mee doen, maar dan op een andere manier. Even een praatje aan de deur, even iets in de bus gooien. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Nee. Ja, we hebben als gemeente ook veel contact gehouden. Ook in de coronatijd, hè, ook via de wethouder. Veel contact gehouden met Swove om met name die eenzaamheid die toch dreigt in deze coronatijd, om dat zo goed als mogelijk proberen teniet te doen. Ja, dat is lastig en alle respect voor de manier waarop jullie dat samen met de vrijwilligers ook voor elkaar weten te krijgen. Want we weten ook nog niet hoe het natuurlijk inderdaad na die periode gaat lopen. En hoeveel werk er nog wel niet te verzetten zal zijn. Ja. Ik denk heel veel. Ja, ik vrees het ook. Ja. Maar met een goede organisatie daarachter. Dus dat is heel fijn. Ja, zeker. Ja. Jan, ik ga even naar jou. Want 40 jaar bij Severinus. Ja. Kun jij je eerste werkdag nog herinneren? Eigenlijk heel goed. Ja? Ja, 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 ja. Vertel eens. Mijn eerste werkdag was al bijzonder, omdat ik bij Severinus terecht ben gekomen omdat ik vervangende dienst moest gaan doen.
Dus ik werd onthaald door de directeur en ik werd naar een afdeling gebracht. En eigenlijk daar opgevangen door mensen. Een afdeling waar 12 bewoners toen van Severinus woonden. Ja. En ik ben gewoon mee gaan lopen. En je had meteen zoiets van, ja, dit past mij. Ja, wat mij opviel, dat was een woning waar mensen verbleven met een heel laag niveau. Dan moet je denken aan een kalenderleeftijd van binnen 3 maanden. Oeh, dus, ja. Maar er waren wel ouderen, ja? Dus 40, 50'ers, met een heel laag niveau. En ik had na een week had ik al, ik weet precies wat ze bedoelen. En dat vond ik heel opvallend. Heb je daar een opleiding voor gedaan? Later wel. Later ben maar toen je begon niet? Nee, toen ik begon niet, nee. Maar jij had meteen die connectie, ja. Jij dacht van, ik snap dit. Ja, ja. Dat is wel bijzonder, hè? Ja. Het is ook heel veel non-verbaal, dus zonder woorden, want ze konden niet spreken. Want daar hadden ze niet, een niveau van 3 maanden. Dus die konden niet spreken, maar die konden wel dik en duidelijk maken. Ja, je kreeg niet meteen de makkelijkste doelgroep dan, hè? Nee. Maar ik werd er in ieder geval door geraakt door die mensen. Ja, goed om te horen. Want kijk, iedereen in Veldhoven kent Severinus. Daar kun je niet omheen. Maar hoe zou jij het zelf omschrijven? Severinus is eigenlijk de zorgorganisatie in Veldhoven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we al heel lang. We hebben in Veldhoven wonen ongeveer 550 bewoners. In onze 2 bijzondere woonwijken, Akkereind en De Perkt. Ja. Maar ook een 100-tal bewoners in Veldhoven, in huizen in Veldhoven. En waar wij de afgelopen 30 jaar vooral gedaan hebben, naast onze bewoners, zijn ook heel veel mensen die niet bij ons wonen, ontvangen zorg van Severinus. En dat kan zijn in de vorm van logeeropvang, dat kan thuiszorg zijn, ambulante begeleiding, therapieën die we beschikbaar hebben gesteld. De vereniging die wij zelf hebben voor onze bewoners, want die zijn allemaal toch wel specialer dan een andere vereniging. Dat is Severinus. Ja. En dat doen we met 1100 medewerkers. Jeetje. En met 400 vrijwilligers en dan hun families nog erbij. Ja, zeker. Weet je, dit vind ik nou het mooie van Veldhoven. Dat geldt voor Swoven, dat geldt voor Severinus. Iedereen kent het. Iedereen heeft wel een bijdrage eraan. Maar ze doen ook allemaal mee. Ja. He, mensen van Severinus zijn altijd onderdeel. Helaas vandaag niet aanwezig, maar normaal gesproken helpen ze altijd. Ja. He, maar we missen ze een beetje. Dat vind ik een hele goeie inderdaad wat je zegt, Marcel. Want normaal hebben we natuurlijk een aantal mensen van jullie die hier de bloemetjes uitdelen. Dat doen ze eigenlijk het hele jaar door. Ze zijn zo betrokken en zo onderdeel van de Veldhovense samenleving. Ja. Hoe kan dat zo goed gelukt is? Want ik kan me niet voorstellen dat het overal goed zou gaan. Nou, het is wel een ontwikkeling die steeds beter gaat natuurlijk. Hè. Wij kunnen echt participeren in onze omgeving. Ja. Dat heeft ook wel wat enorm geholpen heeft in de zichtbaarheid van Severinus in Veldhoven. Want vroeger hadden we echt 2 instellingsterreinen wat verder uit de bebouwde kom, zeg maar. Eentje was altijd wel in Zils geweest, het honk. Maar de ander lag tussen Oelen en Veldhoven in het groengebied. Mm-hmm. Maar we hebben in de jaren 90 hebben onze instellingsterreinen omgebouwd tot woonwijken. En wij noemen dat omgekeerd integreren. Dus we hebben eigenlijk Veldhoven naar ons toegehaald. Ja. En het zijn gewoon woonwijken geworden. Precies. Dat geldt voor het honk en dat geldt voor De Berg. Tegelijkertijd is onze dagbesteding enorm gegroeid. En heel veel bewoners werken ergens in Veldhoven op een dagbestedingscentrum. Dat kan zijn de bakkerij, de houtwerkplaats, het atelier, bij de boerderijen, in winkels. Dat maakt meteen dat onze bewoners volop deelnemen aan het Veldhovense verkeer, aan het Veldhovense gemeenschap. Maar dat is wel mooi, hè? Bij Severinus gaat dat bijna vanzelf, maar bij Swoven heb ik in mijn werkbezoek ook wel ervaren. Toen zat je nog niet voor coronatijd. Veel vrijwilligers die bij jullie werkzaam zijn. Maar hebben jullie voldoende vrijwilligers? Kunnen jullie nog nieuwe vrijwilligers gebruiken? Ja, hebben jullie nog iets nodig om verder groter en beter te worden? Ja. Dat geldt voor allebei. Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Want we zijn steeds in beweging. En we bedenken steeds nieuwe dingen die inspelen op de tijd van nu. Hè? Want je moet nu kijken, en nu zijn we bijvoorbeeld ook bezig met een project Verlies en Rouw. Omdat mensen daar op dit moment verliezen veel dingen. Er hoeft niet alleen mensen overleden te zijn, maar van alles kunnen ze verliezen. En zo spelen wij steeds in op wat er nodig is, wat er gevraagd wordt. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig, voor al die dingen. Helder. Ja, en dat is belangrijk. En voor jullie, Jan?
Kunnen jullie nog mensen gebruiken of hebben jullie gelden nodig? Ja, je kunt het nu roepen naar Veldhoven natuurlijk. Nee, wij zijn heel blij dat we altijd welkom zijn waar we komen in Veldhoven. Dat is voor onze bewoners heel belangrijk. Dus gelden hebben we op zich niet meer nodig daarvoor. Maar het laagdrempelig houden, onze mensen welkom heten, daar zijn we eigenlijk al heel tevreden mee. Ja. Hetzelfde doen we eigenlijk ook voor Veldhoven. Want onze voorzieningen staan vaak ook open voor Veldhoven. Zoven komt er een aantal keren per jaar. We hebben heel lang een eetpunt gehad in een van onze restaurants. Wij doen onze bijdragers aan Veldhoven als het gaat over, wat je net zegt, gemeentelijke bijeenkomsten. Maar ook het Songfestival. We hebben een kermis. Dus heel lang zijn jaarlijks twee vuurwerkavonden georganiseerd. Ja, die zijn ook top. De Koninginnenmarkt is heel lang in Woonwijk de Berg geweest. Dus wij doen aan alle kanten, aan twee kanten. Wij staan open voor Veldhoven. En gelukkig staat Veldhoven ook voor onze woorden. En zo zijn open. We samen weer sterker. Ja. Ja. Dank jullie wel, beiden. Voor het mooie verhaal. Goed, we gaan door met nog meer talent eigenlijk, hè? Ja, in ons veld. Want eerder vandaag hebben we namelijk een prachtige dans opgenomen van Marlon Verspaandonk en Floor Jansen. Ze dansen beide bij Cardo's Dance Department, maar ze doen ook de vooropleiding voor de Dansacademie in Eindhoven. Eerder vandaag dus prachtig optreden hier in de Schalm. Ook mooi. Kun je daar ook zo van genieten, Marcel? Ik vind het prachtig. Ik kijk echt uit als het theater weer open mag voor het publiek. Ja. Dat we gewoon weer kunnen genieten van alle optredens. Een lekker ontspannen avondje in de zaal. Heerlijk. Maar ik vind de sport ook. Het zou ook fijn zijn als we dat weer gewoon weer lekker kunnen. Ik tennis, dus ik heb het geluk gehad dat ik redelijk lang heb mogen doorsporten. Ja. En hardlopen kan ook altijd. Ja. Maar ja, judo en voetbal waren lange tijd wel wat lastiger. Nou precies, laten we de adrenaline weer eens een beetje omhoog gooien. We hebben het nu twee gasten aan de tafel staan. De voorzitter van de judo jiu-jitsu vereniging Shizen Hontai. En dit is Rutger van Deurzen. En daarna staat de voorzitter van de voetbalvereniging Rood-Wit, René van de Ven. Fijn dat jullie er zijn. Hoi. Ook bij jullie beginnen we even met een mooie impressie van de twee clubs. Mooi om te zien dit, toch? Annemarie, wist je dat ik zelf ook gejudo'd heb? En ik heb zelfs jiu-jitsu les gegeven aan de politie in Uden. Serieus? Ja. Ja. Welke dus band heb jij dan? Ik heb eerste dan. Eerste dan, help me even, zwarte band. Zwarte band. Maar als ik dit zo hoor, dan je bent altijd welkom. Ja, dat kom ik zeker. Ja, het is al de coronatijd is lastig, maar het bloed kruipt altijd waar die aan kan, denk ik. Mijn broer is weer gaan judo'en. We hebben samen in onze jeugdjaren 13, 15 jaar gejudo'd. Ja. Op redelijk niveau. Dus ik heb in Eindhoven les gehad van
Hermans Permon, bondstraining, ook een bekende in de judo-wereld. Dus ik vond dat wel leuk. Ik heb nooit gevoetbald, maar ik moet zeggen, ik ben vaker bij de voetbal geweest kijken dan inderdaad bij judo. Dat is heel gek, hè? Nou, dus, dat moet je dan toch eens even gaan doen. Maar dat is misschien ook wel een beetje het lastige van jullie sport. Hè? Mensen, hoe komen ze in aanraking met judo en jiu-jitsu? Nou, we hebben daar wel een aantal mogelijkheden voor. We hebben bijvoorbeeld schooltoernooien die we organiseren. Het schooljudo. We hebben natuurlijk Sjors Sportief in Veldhoven. Ja. Schitterend fenomeen. Waarin ook veel kinderen worden gerekruteerd voor de judoclub. En uiteraard, het is hartstikke belangrijk als je kinderen hebt, denk ik. 6, 7, 8 jaar. Die met wat zelfvertrouwen in de wereld kunnen staan. Dat je ze naar de judoclub stuurt. Is dat de basis van judo? Denk het wel. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is om je goed te realiseren dat het je zelfvertrouwen kan geven. Dat het een perspectief geeft op sport, samensporten. Ja, ja, dat is de basis. Maar die club bestaat ook al een hele tijd. 60 jaar als ik het goed heb begrepen. Wij bestaan dit jaar precies 60 jaar. Dus ook iets te vieren, ook proficiat. Tegelijk met Veldhoven 100 jaar. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hadden enorme programma's natuurlijk, dat snap je. Met ook topjudoka's enzovoorts. En er zijn nog steeds dat van plan. Maar even hopen tot het weer echt helemaal open kan. Ja, want als je jullie club zou mogen omschrijven, hè, Shizen Montai. Hoe zou je het dan... Hontai, moet ik zeggen. Hontai, ja. Hontai. Wat kenmerkt jullie? Wat maakt jullie bijzonder en anders dan anderen? Een club voor alles en iedereen. Een club waar recreatie de boventoon voert. Waar we wel ook wat wedstrijdjudo hebben, maar dat is gering. Dat is meer in onderlinge toernooitjes en in de regio. Van 8 tot 80 zou ik zeggen. Ja, hè? Lig je zelf nog op de mat? Sta je op de mat? Ik lig zelf niet meer zo vaak op de mat. Nee? Ik heb vroeger wel ook gejudo'd voordat ik me helemaal op het waterpolo stortte. Maar ik ben wel nu weer erg betrokken natuurlijk, uiteraard als voorzitter. En ik heb maar ook waarom trok je dat dan zo? Want het is toch een vrijwillige keuze. Nou, aardig verhaal wel. Ik heb een anders getalenteerde zoon op Severinus. Ja. IQ 50. En die heeft ook lang in het G-judo, of het A-judo noemen we dat eigenlijk. Hè? Maar G, dat staat G er niet alleen. Snapt iedereen beter, ja. Snapt iedereen, wij noemen het A-judo. En ik vond dat ik ook wel wat voor zo'n club kon terugdoen. Wat mooi. En mooi, toen ben ik daar voorzitter van geworden. Klinkt goed. Ja. René, de oudste voetbalvereniging van Veldhoven, hè, Rood-Wit. Oh, dat doet zeer bij sommige anderen die nou ja, eens te kijken. Ja, dat is jammer voor ze. Dit zijn feiten. Ja, het is wel helemaal zo. Hè. Ja. We kunnen het niet veranderen. Maar goed, daar zijn we wel als Rood-Wit wel heel erg trots op. Ja, dat kan me voorstellen. 1924 werd de club opgericht. Ja. Is er een grote verandering in het voetbal geweest? Of was een pot voetbal vroeger net zoveel voetbal en net zo opgezet als dat het nu is? Nou, ik denk in wezen dat het voetbal niet echt veranderd is. Ja, want het is een spelletje 11 tegen 11. Ja. Ja, met de scheidsrechter en grensrechter en alles daaromheen. Dat was vroeger. Ja, dus nu nog steeds natuurlijk. Alleen de variatie in leeftijden is natuurlijk wel toegenomen. Vroeger had je een bepaalde leeftijd, een jaar of 10, 12, dan kon je beginnen met voetballen. Ja. Ja, tot en met dat je senior was. Ja, en nu zijn we al 4, 5-jarige meisjes en jongens die al van het voetbal komen. Ja, maar ook tante, hè? Steeds meer meiden erbij. Klopt, ja. Mijn dochter heeft ook een tijd gevoetbald, ja. Ja, dat is een positieve ontwikkeling, ook dankzij het Nederlandse damesvoetbalteam. Ja. Ja, waarvan wij toch één meisje, ondertussen een dame, de nummer 14 van het Nederlands elftal, Jackie Groene. Ja. Jackie Groene bij ons in de club hebben gehad. Die komt bij jullie vandaan. Ja, ja. Leuk. Dus daar zijn we natuurlijk ook trots op. Maar zijn er nog meer talenten voortgevloeid vanuit jullie club? Nou, niet echt voetbaltalenten in de zin van, die zijn in de eredivisie of in een Nederlands team terechtgekomen. Dat niet. Maar in principe is bij ons iedereen hun talent. Kijk, dat is de mooi. De 4-jarige tot en met de 80-jarige. Ja, want wij bieden ook het 60-plus voetbal aan. Ja, dat is het walking voetbal, wandelend voetballen. Waarvan mijn vader daar nog steeds lid is. En is ook het oudste lid. Oh ja. Oudste voetballend lid van Rood-Wit. Ja, die is 80 jaar. Dus zo ben jij ook in die rol gekomen? Ja, dankzij mijn vader. Maar natuurlijk ook het voetbalspelletje. Wat mij altijd aangetrokken heeft. Speel je heeft me wel getrokken. Nee, ik speel helaas niet meer. Ook geen veteranenpotjes? Nee. Daar heb ik op dit moment te weinig tijd voor. Okay. Ja. Ja, wat ik het mooiste vind, Annemarie, maar vooral richting de voorzitter, is in Veldhoven hebben we gewoon 4 mooie clubs. En die voetballen lekker tegen elkaar en op een mooi niveau ook nog eens een keer.
Als je het dan hebt over stad van dorpen, dan is dit wel het mooiste voorbeeld van stad van dorpen. Vier lokale clubs die samen Veldhoven zijn, die goed samenwerken naar mijn idee. Af en toe op de mat, de voetbalmat in ieder geval, een mooi potje, mooi potje uitvechten in de tweede klasse over het algemeen. En Una is dan net even een stap. Maar dat vind ik het mooie van Veldhoven. Met elkaar. Zeker. En echt de dorpse mentaliteit. Hè? Want als de clubs in elkaar, dan staat de velden gewoon vol. Hè? Althans, de tribunes. Nou, wat ik wel heel leuk vind ook, is dat jullie willen heel erg inzetten op een veilig sportklimaat. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Nou ja, dat is een initiatief van mijzelf. Ja? Ik ben op een gegeven moment in een programma op een avond ben ik getriggerd geraakt door niet prachtig verhaal in Nederland. Ik dacht, stel dat mijn vereniging dat overkomt. Maar in het kort, wat was het niet prachtig verhaal? Nou, dat was bij Bladella. Ja, daar deed men haar loten verkopen. Ja, en daar werden op een gegeven moment kinderen gepusht en die moesten loten verkopen. Deden ze dat niet, dan werden ze gerouilleerd. Ja. Uiteindelijk hadden dat de media. En toen dacht ik bij mezelf, van, stel dat in mijn vereniging iets zou overkomen waar ik ook de media zou halen. Of tenminste onze vereniging de media zou halen. Ik dacht van, hey, hoe moet ik daarmee omgaan? En nou, daar ben ik eens over na gaan denken. En dan hebben we overleg gehad met de andere drie Veldhovense voetbalverenigingen. En daar hebben we samen met de gemeente, met justitie en met Kordaat hebben we daar een convenant van opgesteld. En wat staat erin? Wat is de bedoeling? Wat gaan jullie doen? Nou, wat daar min of meer in staat is het veilig kunnen laten sporten van al onze voetballende leden, ja, dat was in eerste instantie. Maar uiteindelijk willen we dat doortrekken naar alle verenigingen in de gemeente Veldhoven. Ja. Ja, dus met een vertrouwenscontactpersoon. Ja, en dat iedereen veilig, op een plezierige manier kan recreëren. Zo is er nou zijn. Bij een voetbalvereniging of bij de vereniging van Rutger. Nou, want ik denk dat het bij jou ook opgaat. Precies hetzelfde toch, Rutger? Absoluut. Ja. En misschien ook nog wel breder. Dan zet ik even een andere pet op, die van de Sportraad. Dit is natuurlijk bij uitstek een thema wat alle verenigingen aangaat. En het echt grappige is, wij zijn 50 jaar geleden waren wij buurjongens. Toen hebben we elkaar daarna 50 jaar niet gezien. Is dat echt zo? Ja, dat is echt grappig. Dat is echt zo. Maar jullie komen elkaar dus vandaag een soort van weer tegen dan? Ja, nou even iets daarvoor nog. Inderdaad, rondom de Sportraad zijn we ook volop bezig om clubs met elkaar te verenigen, kennis te delen enzovoorts. Ja. En dit thema wat René nou aansnijdt is één van de belangrijke thema's, denk ik, die iedereen aangaat. Ja. En waar we ook als sportraad echt mee aan de slag willen. En ondanks corona afgelopen jaar toch van start gegaan. Absoluut. Ja, dus maar dat een hele mooie ontwikkeling, dat wel. Ja, sportvereniging misschien wel eigen. Hè. Een judoclub zou je denken is binnen, maar we hebben gewoon het afgelopen jaar ook buiten les gegeven. Geweldige medewerking, ook bijvoorbeeld bij Severinus op hun terreinen. Voorwaarts, buiten en binnen. Ja, leuk. Perfect. Ja. Toch alles in samenspraak. Als laatste dan, wat hebben jullie nodig om de komende tijd goed in te zetten? Wat ons betreft is verbinden, blijven communiceren en openstaan voor alle mensen in de gemeente Veldhoven. Dat denk ik dat heel belangrijk is. Dat iedereen, als ik kijk naar sportverenigingen, gezond sport, goed bezig blijft. Waar dat is, welke sport het ook is. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Helder. Ja, daar kun je bijna niet overheen. Ja, schitterend samengevat, René. Ik ga daar niks aan toevoegen. En je hebt helemaal gelijk, want zo is het ook. En verbinden kunnen we in Veldhoven, toch? Zeker. Dank jullie wel, Rutger en René. Graag gedaan. Graag gedaan. Dan gaan wij weer even kijken bij Jordi Graats. Ja, Jordi, gaat het nog een beetje in jouw rol als razende reporter? Ja, Annemarie, we laten ons niet koeieneren, want gelukkig zijn ze nog de boeren hier in ons mooie dorpje Veldhoven. Ik ben nu bij melkveebedrijf Toonders en ik ga eens even kijken naar vader en zoon. Ja, het bedrijf is van mijn voorouders al. Maar het heeft eerst in Aalst hebben wij gezeten. Toen hebben we in het Look een bedrijf gehad, zijn weggekocht. En toen zijn wij hier gekomen. En dat is mijn vader geweest. En ik ben hier begonnen, aan de overkant van de weg. En dan hebben we in 2012 hebben we hier een nieuwe stal gezet. Ja, en toen werd het groter en groter. En nu is het ondertussen een flink bedrijf, hè? Want hoeveel koeien staan hier? We hebben op dit moment een 330 melkkoeien. En daarbij horen dan een 180 stuks jongvee. En die staan deels op een andere locatie. Er staan er ongeveer 50 hier op deze locatie. En hoe is het om hier te boeren, in Veldhoven? Ja, bij ons, wij zijn blij dat we Veldhoven wonen.
We zitten toch tegen een stedelijk gebied aan. We hebben alles om ons heen. En we werken en wonen toch in het buitengebied van Veldhoven. Dus dat is op zich eigenlijk heel mooi. Verder, er zijn er wat weinig agrarische bedrijven in Veldhoven. Dus we zijn blij dat we daar nog wel één van mogen zijn. Ja. 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 Als je dan van generatie op generatie gaat, is het natuurlijk wel mooi om te zien hoe het zich ontwikkelt. Hoe heeft het zich eigenlijk een beetje ontwikkeld de afgelopen jaren? Vroeger zat ik aan de overkant, de boer, en daar hadden wij 75, 80 melkkoeien. En toen kwam Corné van de school en toen dachten wij, ja, we moeten toch uit gaan breiden om een bedrijf voor de toekomst te hebben. En toen hebben we besloten om aan deze kant een nieuwe stal te zetten, want dit bedrijf hadden we ooit bijgekocht. En toen zijn we op het uitbreiden gegaan en toen is hij eigenlijk in het bedrijf gekomen in 2010. Ja. En toen zijn we samen hebben het, ja, het gebouwd tot het wat het vandaag is. Ja. Het bijzondere is eigenlijk dat er iedere dag liters melk vanuit het Veldhovens naar iedereen toe gaan. Ja, op zich, het hoort bij het leven. Iedereen eet en drinkt en wij proberen daar een steentje aan bij te dragen eigenlijk. En waar komt jullie melk onder andere terecht? Onze melk gaat allemaal naar Friesland Campina. Ja, en dan komt hij over 50 tot 60 landen over heel de wereld terecht. Ja. 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 Dus Veldhovense melk gaat internationaal? Ja, die gaat internationaal. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe is het om in een familiebedrijf te werken? Ja, voor ons is het altijd heel gewoon geweest. Hè? Wij zijn er eigenlijk helemaal aan gewend aan elkaar. Hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het fijn. Ja. Je weet van elkaar waar je ze willen, wel of niet. Op zich is het prettig samenwerken. Ja. Ja. Ja, en nou breekt de tijd aan dat ik meer teruggetreden en dat hij nog meer naar voren komt. Hè, waar hij gaat het overnemen. Hè. Ja. En hoe gaat het onderling? Gaat dat goed? Bij ons gaat het eigenlijk heel goed. Ja. Daar mogen we ook van geluk spreken. Dat is niet overal zo, maar wij kunnen heel goed met elkaar overweg. Ja. 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 Hoe gaat de toekomst verder? Hoe zien de komende jaren eruit? Wat verwacht je een beetje? De komende jaren, we hebben het bedrijf eigenlijk klaargemaakt voor de toekomst de afgelopen 10 jaar. En de komende jaren, we willen nog wel iets uitbreiden in grondareaal. Dat we, ja, het grondgebondenheid vinden wij toch belangrijk voor onze sector dat blijft. Dus daar willen we nog aan werken. We bezitten hier aan de zuidelijke kant van de A67 best wel wat grond. En wij vinden het belangrijk dat we de gewassen zoveel mogelijk van eigen grond kunnen telen en dan ook weer de mest op af kunnen zetten. Dat je een gesloten kringloop hebt, hè? Ja. Ja, daar zetten we. Daar zetten we eigenlijk op in. Ja. Wat ik nog voor jullie even apart wil weten, waarom is het zo mooi dat jullie bedrijf hier in Veldhoven ligt? Hier natuurlijk Veldhoven 100 jaar. Ja. Ja, ik ben geboren in Aalst en ik ben toen ik 6 jaar was in Oerle komen wonen. En ja, dan ben je een beetje gewend aan de omgeving. En dan is het ook leuk als je ons werk, en dat is eigenlijk ook onze hobby, hier uit kunt oefenen. En wij hebben eigenlijk qua gemeente en zo eigenlijk best altijd een goede medewerking gehad om ons bedrijf tot te ontwikkelen. En daar is de gemeente best voor open gestaan. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee, ik denk het, hè? Dat ik het zo goed zie. Ja, ik denk, ik sluit me eigenlijk wel mooi bij aan. Ja. Ja. We gaan door met een familiebedrijf waar het nooit stil was. Een muzikale familie. We hebben het over de familie Borgers. Fijn dat jullie er zijn. Bertus, Nova en Ruud. Ja, vertel eens even, in hoeverre is muziek een rode draad in jullie familie, Bertus? Het is eigenlijk altijd een rode draad geweest. Omdat wij van kinds af aan hebben muziek in huis gehad. Onze ouders die speelden en zongen. Dus we weten eigenlijk niet beter. Nee, hè? Nee. Nee, Nova, want jij bent de dochter van Bertus. Hoe ben jij ermee opgegroeid? Ja, precies hetzelfde als hij. Ja, dus, nee, dat dus snap dat ik. Ja. Dat er dus overal altijd muziek was. Ja. Instrumenten. Ja. Verschillende instrumenten. En er werd overal gezongen op feestjes, familiefeestjes. Ik gooide gewoon een akoestische gitaar in de box, hè? Ja, dan hier gaan we maar pingelen. Ja. Maar zo werkt het dan. Ja. En die liefde die zit er en die gaat er ook niet meer uit, denk ik. Nee, dat denk ik niet, nee. Hoe moeilijk was het dan het afgelopen jaar? Goed, ik heb altijd gewoon door kunnen zingen. We hoeven het niet per se op een podium te doen, hè? Nee. Dus wij hebben een feestje of we zitten in de tuin of we draaien muziek en we maken muziek. Ja. En toevallig is het leuk als daar
publiek bij is, maar anders niet. Nee, want hoe zit dat voor jou, Ruud? Want jij bent de jongste broer van Bertus. Ja, ja, en ik heb, ik mis het podium heel erg. Maar ik heb het gewoon vervangen door te schrijven. Heel veel songs te maken en op te nemen zelf. Ja. Dus dit vond ik daar een ideale tijd voor. Ja, in principe, ja. Het was al te doen in de Kerkakkerstraat, hè? Heeft Veldhoven er wat van meegekregen, zeg maar, als jullie thuis waren en altijd aan de gang? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het eerste bandje waar ik in zat, de Evergreens, dat was echt een Veldhovens bandje. Ja. En daarvoor zat ik in de harmonie, want daar heb ik in feite, daar heb ik het in geleerd. Mijn pa die speelde in de harmonie en mijn pa die... Die instrueerde ook de jonge blazers, zeg maar, weet je wel. Dus ik kreeg mijn eerste les gewoon bij mij in de keuken. Waar mijn pa dus mij heel streng aanpakte. En zo ging het, Ruud. Maar deed het harmonie sowieso een kweekvijver zijn voor heel veel muzikanten. En Veldhoven kent natuurlijk ook heel veel muziekverenigingen. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat je ook concurrentie hebt wat dat betreft. Want dat maakt je zelf ook weer beter. Ja. Ja, maar, of wilde je niet de beste zijn? Ja, maar ook, het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld in, zeker in de 50 en 60 jaren was dus de harmonie was de enige manier, zeg maar, waarop je een instrument kreeg en instructie. Hè? Ja. Ja, maar dat is wel goed, want we hebben straks nog iemand van de harmonie hier staan. Dus dan gaan we daar uitgebreid over hebben. Want eigenlijk gingen jouw grenzen veel verder, Bertus, hè, dan alleen ons Veldhovense. Ja, op een gegeven moment, ik ben het op een gegeven moment echt professioneel gaan doen. Ja. Dus vanaf mijn 19e of zo, weet je wel. Ik ben al een paar jaar op conservatorium geweest in Tilburg. En daarna ben ik gewoon gaan spelen. Ja. Wat is het hoogtepunt uit jouw carrière? Ai, ai, ai. Hier staan. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, dat ik hier nog gezond sta, zo, dat vind ik al behoorlijk wel. Ja, want vertel eens even, er zit ook natuurlijk nog een link naar Herman Brood. Ja, dat ook. Ik heb bij veel met Herman Brood gespeeld. En dus ook met Gold Earring ben ik altijd gastsolist geweest. Kijk. En dat is nou dus ook weggevallen bijvoorbeeld. Een echte pro. Ja, dat is professional. En Raymond van het Groenewoud heb ik jarenlang mee gespeeld. En dan eigen bands gehad en zo. Heerlijk. Ja, altijd in de muziek. Ja, ik heb heel veel dingen gedaan. En eigenlijk ben ik nu nog steeds van plan om een stel dingen te doen. Ja, er is nog een lijstje. Nou, het is meer impulsief bij mij. Hè? Dus ik kijk gewoon wat er kan. En op dit moment kan er weinig. Ja. Dus dan zitten we gewoon in de studio aan nieuw materiaal te werken. Ja. Want vanmiddag gaan we ook weer gewoon naar de studio. Waar heb je de studio? Onze studio van de band is in Bladel op het industrieterrein De Sleutel. Oké. Wat gaan jullie doen vandaag voor ons? We gaan een nummer spelen van Herman Brood, Never Be Clever. Mm-hmm. En dit is de versie van mijn dochter Nova. Bijzonder. Wil je daar nog iets over vertellen, inderdaad, Nova? Over jouw versie? We hebben samen een theatertour gedaan over de vriendschap eigenlijk tussen Bertus en Herman. En toen kwam dit nummer voorbij, maar ik ben geen Herman Brood. Ik kan het ook niet brengen zoals Herman Brood, dus daar moest iets aan veranderd worden. Ja. En nu zit de Nova-stempel erop. Ja, toen hebben we eigenlijk van dat rocknummer hebben we een soort zeg maar country ballad van gemaakt. Oh, wat heerlijk. Het is meer een ballad geworden, weet je wel. Ja. Ja. Nou, verras ons zou ik zeggen. Okay. En de gasten die hier allemaal keurig op 1,5 meter zitten, die zullen ze ook een aanmoedigingsapplaus geven om lekker te starten. Never be clever. No.
Wat een talent, hè? En dat allemaal uit Veldhoven. Ja, zo fijn. Dank jullie wel, familie Borgers. We gaan kijken bij Jordi. Die zoekt inmiddels de rand van Veldhoven op. Ja, Annemarie, en als je dan richting de snelweg rijdt, dan kom je natuurlijk niet alleen langs het Maxima of ASML, maar een ander mooi gebouw staat daar. Een groot gebouw met de letters Baselmans. En Wiljan, ik ben blij dat ik hier te gast mag zijn, want ja, jullie gaan gewoon door natuurlijk, ondanks de corona. Ja. Sowieso gefeliciteerd, ondernemer van het jaar. Ja, leuk. Dank je. Maar laten we even beginnen bij het begin. Ja, Baselmans in Veldhoven gaat al heel veel jaren terug, hè? Ja, Baselmans in Veldhoven gaat al terug naar 4 mei 1955. Zo. Ik heb het altijd een hele rare datum gevonden. Want ik kan me niet voorstellen dat 5 mei 1955 niet een gigantische feestdag is geweest. 10 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus mijn vader heeft zich op 4 mei 1955 laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel als technisch handelsbureau Baselmans. En zo is het ooit begonnen. Een hele traditionele radio- en tv-winkel, bruin en witgoed, in eerste instantie vanuit huis op de Van Broonhovenlaan. Mm-hmm. En daarna vanaf 1960 vanaf het pand aan de Kapelstraat. En toen uiteindelijk in al die jaren? En toen is het een beetje veranderd. Ja. Tenminste toen nog niet, maar nadat wij, hè, Mirjam en ik, hebben dat in 1990 overgenomen. Ja. Ja. En toen zijn we eigenlijk ook begonnen met het verhuren van audiovisuele apparatuur. Ik had bij een bedrijf gewerkt in Eindhoven waar ik dat deed. En ik vond dat gewoon een hele leuke handel om te doen. Ik vond het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Nog eens niet gedacht achter het verdienmodel wat erachter zat. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik denk, als ik dat nou eens combineer met die winkel en dan begin ik een beetje te verhuren. Dan verhuur ik wat monitoren en ik had dan meteen een paar leuke klantjes erbij. Mijn eerste klus die ik deed was de opening van een zaal in het Philipsstadion. Zo. Dus dat was meteen de zaal. Ik ben vrijdags gestopt en zaterdags was die opening tijdens de wedstrijd van PSV thuis. Ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Ja, een beetje. Ja. Dus kijken waar je nu zit. Ja, het is inderdaad van een flink bedrijf naar een nog groter bedrijf. Want hoeveel mensen werken hier nu ondertussen? Bij Baselmans in totaal werken nu 50 man. Zo. Ja, en mannen en vrouwen, waarbij het grotendeel hier in Veldhoven zit. En wat zeggen klanten tegen jou als je zegt ik zit in Veldhoven? Nou, dat is wel heel leuk, want in onze branche zijn ze vaak niet gewend om naar een soortgelijk pand als het hier toe te komen. Dus de klanten die ik net naar buiten heb gewaard, die komen uit Groningen. En die hebben dan wel het een en ander aan huiswerk gedaan voordat ze naar hier toe komen. Mm-hmm. Maar die zijn dan toch wel een beetje overweldigend als ze hier eigenlijk binnenkomen wandelen. Ja, dan hebben ze ook wel het idee dat ze ook met een echt serieus bedrijf te maken hebben. En dat is zeker, je zei het al een beetje in de coronatijd, jij bent helemaal omgeswitcht, hè? Ja, wij moesten wel, hè. Ik hoop dat ik weer een keer terug kan switchen voor een groot gedeelte. Maar wij verhuren en verkopen audiovisuele apparatuur. En op 16 maart 2020 is natuurlijk die verhuur redelijk stil komen te staan. Dat viel ineens met 70% viel daar weg. Ja. En een hele hoop collega-bedrijven lopen dan te mopperen van wat ze allemaal niet meer kunnen. Maar wij hebben eerder gekeken wat we nog wel kunnen. En één ding waar we al heel vaak mee bezig waren, was het met het streamen, met de echte, de hybride streaming. Ja. Een hybride auto heeft een verbrandingsmotor, een elektromotor. En een hybride congres heeft een stukje online en een stukje offline. Dus dat deden we al heel vaak. Hè. Kijk hier op het hele mooie pand van ASML uit. Ja, absoluut. Ja. Als daar een all-employee meeting is, dan werken we met een 1500 tot 2000 mensen in Koningshof. Maar die andere 5, 6, 7, 8000 man, die kijken allemaal online mee. Ja. Dus, En dat zijn we echt heel erg gaan uitbreiden. We hebben meteen een studio hier in Veldhoven gebouwd. En bij een klant van ons in Halfweg, Sugar City. Een hele grote oude suikerfabriek in Halfweg. Ja. Waar ook hele leuke dingen gebeurden voor de corona. En we hebben een hele mooie ook hybride studio gebouwd. Tot slot, waarom is het zo fijn om hier in Veldhoven te zitten? Niet alleen voor jouw bedrijf, maar ook voor jou persoonlijk. Ja, weet je, ik heb heel veel binding met het Veldhoven. Ja. En niet alleen met het bedrijfsleven, maar ook een maatschappelijke binding. Met de clubs die er zijn, met Veldhoven Proeft, met de vriendenclub van het VMK, met de Schalm. Ja, ik voel me eigenlijk ook maatschappelijk betrokken bij Veldhoven. Het enige wat in mijn paspoort staat, geboren te Eindhoven. Maar dat komt omdat toen het Maxima Medisch Centrum nog niet was. Nee. En het binnenziekenhuis in Eindhoven lag. Maar op 14 maart 1962 hebben mijn ouders me mee teruggenomen naar Veldhoven. En daar ben ik nooit weggegaan.
Goed om te horen dat hij nog steeds in ons veld over zit. Ja, en een mooie prijs mocht ik uitreiken onlangs. Ja. Ook fijn. Ja, ja. Ja, hij doet het goed. We gaan door met muziek, want ja, muziek verbindt natuurlijk ook ons Veldhoven. Laten we eens kijken naar een impressie van Prinses S en Lulion Fraternel. Wat klinkt dat ver weg als we het zo zien. Hè? We hebben hier aan tafel staan Mark van der Grift, de voorzitter van L'Union Fraternel. En Esther Wouters Verdaad, Prinses S van Rommelgat. Ja, gekke tijd dit, of niet? Anderhalf jaar geleden, hier in de Schalm. Ja, kun je bijna niet meer voorstellen. Hè? Lijkt zo lang geleden. Ja. Nou ja, en ook voor jou, Prinses S. Want jij was de eerste prinses in Veldhoven. En carnaval viel in coronatijd. Ja, net voor de carnaval waarin ik Prins Carnaval was, toen rommelde het al een beetje. Ja. En was het eigenlijk voor mij nog heel ver weg, iets met China, virus. Juist. En ik heb er allemaal niet zoveel meegekregen aan drukke tijd. En echt net na de carnaval, dat is dan 2019, 2020, toen brak het echt los. Ja. Ja. Ja, en jij bent de eerste prinses in Veldhoven. Ja. Hoe werd dat ontvangen? Over het algemeen heel goed. Ik heb, als ik naar mezelf kijk, heb ik mezelf ook wel echt als Prins Carnaval gezien. Ik ben dan wel een vrouw, maar ik heb het gewoon ook mijn naam mee. Dus ik ben eigenlijk, mijn officiële naam is Hare Dorslustige Hoogheid Prinses de Urste van Rommelgat. Nog één keer en dan heel rustig. Hare Dorslustige Hoogheid Prinses de Urste van Rommelgat. Kijk. Ja. Ja, maar volgens mij is dat zaadje ook hier in de Schalm geplant. Hier in de zaal hiernaast, want daar was ik bij. Ja, dat zou wel kunnen. Want toen heb je op het podium gestaan en toen heeft ze gepitcht voor een vrouwelijke prins. Ja, nou dat waren daar heb je toen geopperd, in ieder twee geval. Vrouwen van de carnavalsvereniging CV De Brassers, die overigens al 33 jaar bestaan nu. Dana en Kari, die hebben hier een pitch gehouden voor mensen van Veldhoven was toen hier in de Schalm. En die hebben mede daar, mede aan hun heb ik daar wel te danken, denk ik. Ja. Want hoe ziet coronatijd en carnaval, hoe ziet dat er dan uit? Het was nu vooral heel digitaal en niet veel. Ik ben bijvoorbeeld wel op maandagavond met de carnaval naar de online radioshow van de Severines geweest. Dat was echt fantastisch. Die mensen konden ook inbellen en sowieso mijn soort volk, heerlijke mensen. Ja, snap ik. En ja, dat is gewoon, weet je hoe die ermee omgaan? Dan kunnen we allemaal een voorbeeld aannemen. Weet je, gewoon een feestje van maken van alles. Ja. Dat was echt heel mooi om te mogen doen, inderdaad. Ja. Maar ook dit jaar mag je de titel weer dragen. Ja, ik heb mijn ketting nog. Ik heb niet officieel af kunnen treden afgelopen november. Nee. Dus, want wat is eigenlijk de functie van een prins of prinses? Ja, ik heb daar gisteren met iemand proberen uit te leggen die helemaal niets van carnaval wist. En ben je dan een soort opperhoofd? Ik heb wel veren, maar dat is dan ook weer niet. En ben je dan de baas? Ik denk, de baas, dat is het eigenlijk ook niet. Ik heb wel de sleutel van Marcel die 4 dagen, dus als je het zo ziet. Maar ik denk nu, ik had beter misschien kunnen zeggen, je bent eigenlijk een soort ceremoniemeester van het feestje. Ja. En verder is het gewoon een hele eer eigenlijk om dat te mogen doen, die functie. En zeg maar, de kart trekken is het ook niet helemaal. Want er zijn een heleboel mensen, net zoals de SOC, die een heleboel vrijwilligers hebben die alles op de poten zetten. Ja, ik weet er wel, maar heel veel mensen thuis misschien niet. Het is ook echt de SOC, hè. Mensen zeggen nog wel eens het SOC, maar het is een stichting. Daar kan ik ook wel even over vertellen, want die bestaan 60 jaar. Die hebben ook een hele mooie speldje met een diamantje die... Ik ben in de leer geweest van de week. Heb ik telefonisch contact gehad met drie oude rotten in het vak. Mm-hmm. Met Rienes Kams en Gerard van der Weijer. En iets minder oude rotten Frank Verspanonk, de voorzitter van de SOC. En die hebben mij een beetje verteld over de historie van de SOC. Want het is 60 jaar. En eigenlijk is in
1961 is de eerste grote prins van Rommelgatar. En de naam is ook ongeveer. Daarvoor heette het nog de Kok. Ja. En, maar in 1961 is de SOC eigenlijk de overkoepelende organisatie geworden van het Veldhoofdse carnaval. En ik heb van de familie Kamps ook een heel mooi fotoboek gekregen. Daar heb ik wel van meegebracht. Want daar staat dus, dat kunnen jullie misschien helemaal niet zien. Maar dit is Prins de Kos. Ja, je mag hem denk ik even aan deze camera proberen te schijnen. Ja, dat is de meneer Eikemans. Dat is de eerste grote prins voor een rommelgat van Veldhoven. Ja. En wat ik heb een heel album. En wat ik heel leuk vond, wat ik daar ook in vond. Het Facebookje van toen Veldhoven 50 jaar bestond. En er staan echt hele leuke dingen in. Van, oh, wat grappig. Ja, ondernemers in Veldhoven. Toen kon je nog een caravan kopen bij Sporthuis Olympia. Ja. Dus, wat een tijden. Wat een tijden. Ja. 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 Leuk dus, om te horen. Ja, en het is gewoon... die mensen doen heel veel. En het is fijn om daar... onderdeel van te mogen zijn. Ja, en carnaval maak je ook samen. Dus dat is met de hele gemeenschap. We hebben dit jaar ook gezien dat de ondernemers van Veldhoven enorm... met ons te doen hebben. Die hebben bijvoorbeeld geholpen om voor de Brassers en de SOC mee een nieuwe bouwlocatie te realiseren. Dat vind ik ook wel belangrijk dat het nog even een keer gezegd wordt. Dus alles samen. Ja, ja, verbinding muziek, zoeken we. Ja. Nou, inderdaad, ja, muziek verbindt natuurlijk ook. Ik denk, Mark, dat het ook wel steeds lastiger wordt, als ik het goed zeg. Want het is een eeuwenoude traditie natuurlijk, het bespelen van instrumenten. Is de jeugd daar nog net zo mee bezig als dat vroeger was? Nou, wat je ziet is dat het wel lastiger is, omdat een instrument leren bespelen is echt wel een investering die je moet doen over een aantal jaren. En tegenwoordig heb je wel dat er heel veel andere alternatieven zijn. En muziek in de klas, bijvoorbeeld? Muziek in de klas, een heel goed initiatief. Ja, zeker. Dus er is volop initiatief om leerlingen toch ik weet dat ik vroeger vanuit mijn jeugd heb meegekregen, je kiest een instrument. Punt. Ja. Dat hoorde er gewoon bij, maar dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Nee, maar nu het echt in de klas gebracht wordt, is dat wel weer... Het geeft echt een boost. Ja, heel goed. Ja. Ja. Want dat is dan één manier om de jeugd erbij te betrekken, terug in de klas. Ik zie dat bij mijn dochter ook, die staan te trompetten, te trommen en er wordt van alles gedaan. Dat vinden ze echt superleuk. Ja. Maar hoe kun je nog meer ervoor zorgen dat die jeugd warm loopt, zodat jullie die aanwas blijven houden? Ja, leuke dingen organiseren. Het is, ik ben zelf begonnen toen ik heel klein was. En een instrument leren is al leuk als je dat kan. Maar om dat samen te doen is helemaal geweldig. Ja. En om dat op zo'n podium zoals hier in de Schalm, dat is echt super gaaf. Ja. Met z'n allen een mooi concert verzorgen voor mensen die daarvan genieten. Dat is, dat is of met de carnaval in een dwelorkest. Of in de carnaval. Of net zoals we net gehoord hebben, familie Borgers. Ja, jullie hebben natuurlijk ook wel een fantastisch jubileum te vieren. Want jullie bestaan 150 jaar. Ja, 1871 zijn wij opgericht. Ja. Hoe kan je het vieren in deze bubbel? Wij zouden net zoals Veldhoven 1 januari van start willen gaan. Maar ja, goed, we weten allemaal hoe het gegaan is. En nu starten wij bij de officiële oprichtingsdatum in november. Mm-hmm. Dan hebben wij natuurlijk heel veel muziek het hele jaar. We zoeken de verbinding met allerlei andere verenigingen in Veldhoven. En met de mensen van Veldhoven en de mensen van Zeelst, ons achterland, toen het nog geen Veldhoven was. Ja, echt hè? Ja. Want hoe belangrijk is de L'Union Fraternelle geweest door de jaren heen hier in Veldhoven? Ja, we zijn opgericht in Zeelst, dus we zijn echt een Zeelster vereniging. En natuurlijk, wij proberen muziek te maken, samen muziek te maken, maar we hebben ook onze roots in de lokale gemeenschap. Ja. En we zijn niet alleen maar een muziekvereniging, we proberen ook dat sociale aspect echt warm te houden. Ja, en dat is nu in corona natuurlijk heel erg belangrijk. En toch hebben jullie er wel iets op bedacht, hè? Want jullie gaan zo meteen zorgen voor een spetterende eindshow. Wat staat er nou precies te gebeuren? Nou ja, wij gaan natuurlijk in november beginnen wij met onze activiteiten. Maar wij hebben het hele jaar door natuurlijk muzikale optredens. We gaan ook meedoen met Cityfest en natuurlijk Veldhoven 100 gaan we aan meedoen. Ja. En het einde van ons jubileumjaar hebben wij een heel weekend vol muziek. En ook waar allerlei verenigingen uit de buurt aan mee kunnen doen. Ja. En dat moet het spetterende einde van het jubileumjaar worden. Zeker van het jubileumjaar, maar wat wordt het spetterende einde van onze show? Van onze show, een optreden van een aantal mensen van onze vereniging. Ja? Ja, ook samen met andere verenigingen. Ja, want vertel eens, wie zitten er allemaal bij? Ja, dus we gaan een optreden doen samen met Severinus, samen met de Slagwerkgroep, onze drummers. En daarna ook nog een DJ. DJ B. Frans. Ja. Ja. Mooi. Maar daar gaan we zo meteen mee afsluiten. Maar voordat we daarna gaan kijken, gaan we eerst hier in de studio afsluiten. Ja, want Marcel, er zit er al op. Ja, het zit erop. Fantastisch om, dank jullie wel in ieder geval, maar ook alle andere sprekers van vandaag,
kijkers thuis, mensen van Veldhoven. Ja, fantastisch om zo toch een jaar, na een jaar ellende eigenlijk toch wel, om toch op een hele leuke manier Veldhoven 100-jarig bestaan te vieren. Ja. En aan de andere kant ook weer eens even terug te pakken op wat verbindt ons nou. Hè, waarom is Veldhoven zo bijzonder? Hè, vier Veldhoven, stad van dorpen. En ja, in mijn nieuwjaarstoespraken die ik thuis toen heb opgenomen, heb ik daar betekenis aan willen geven. Maar als je dit ziet, dan voel je eigenlijk wat die betekenis is. En dat is precies wat het is. Dus mensen thuis, vier Veldhoven, stad van dorpen. En doe het vooral samen. Vooral samen, inderdaad. Dank jullie wel hier in de studio. Ook alle gasten bedankt voor jullie komst. Dat jullie met ons dit feestje wilden vieren. Mensen thuis, hartelijk dank voor het kijken. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die maar op zijn of haar manier heeft bijgedragen of nog gaat bijdragen aan het grote feest Veldhoven 100 jaar. U kunt nu gaan genieten van een heerlijke eindshow waarin dus de Severines, Harmony, L'Union Fraternelle en DJ B-Front voorbij komen. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond nog.
Everything was so out of my control.
Slow motion, and everything was so out of my control.